De eerste stap op de weg naar recovery is admitten dat je een probleem hebt. Welkom the de AA. Uh-oh, ik ben hier aan je voor de zwaar. Als het ergens over moet gaan... Zending is dee! Niet de baas! op of Gunnianaana! Iedere overeenkomst met een bepaalde organisatie berust op louter toeval. Welkom to de AA. Vandaag acteur, regisseur, auteur, stemacteur. Wat deed hij eigenlijk al niet gedaan? Zit in elke Vlaamse tv-reeks en film die je al ooit in je leven hebt gezien. En is nu ook de trotse oprichter van zijn eigen theatergezelschap, de Sven de Ridder Company. Ik vind dat fantastisch. Sven, welkom. Dank je, dank je. Ja, goed dat ga je hier zeggen. Ja, we... intro, zeg. Ja, goed hè. Oh. Jij ja, worden al direct bezig mee. Ah, wat je was hier allemaal. Hè? Zo... Ja, dat is geweldig. Overal dat ik zie, denk ik, oh daar heb ik een verhaal over. Oh dat is plezant. Oh dat is leuk. Ik wil hier eigenlijk wonen in deze kamer. <laughs> ja, daar, daar zit ik eigenlijk altijd. Als je podcast niet deur dan sluit je mij hier gewoon op en dan laat je mij hier zitten. En dat valt goed mee met wat hier allemaal ja, staat ja. eigenlijk. Je kunt het volhouden. We waren er dus bezig over dat jij je, je, je eigen Wikipedia bijhoudt. Tot voor kort? Tot ja. voor kort. Ja. En mag je ze nu geweigerd? Ja, die... <laughs> Wegens vandalisme. Ja. En ja. dat wil zeggen dat? Dat ik te veel op mijn eigen pagina heb geprutst. En dat mag je eigenlijk niet. Blijkbaar niet. Maar en... Je moet je registreren of zo weten, en heel die zeven, maar dat toon ik allemaal niet. Dus ik, elke keer dat er zoiets staat, nee, weg, 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 die <laughs> lied, dat klopt niet. En ook een film uit de pas zetten, of een reeks, die, als het pas in uitzending is geweest. Dan denk ik van, mannetjes, ja. ik weet wel dat ik er niet mee heb gedaan. Hè. <laughs> zo, ja, totdat hij nut gezonden is, bestot hij niet. bestot dat niet, ja. Dat is wel ja. graag. Dat vind ik altijd cool aan IMDb, dat je zo die, wat een naam is. Ja. Pre-production, in-production, post-production. So, dat ik altijd denk, oh, hezo, ik ben ja. eens benieuwd met wat dat, wat die aan is. Dat is toch een van de coolste sites uit, he, Dat is mijn IMDb. openingspagina. Ja, maar uh, dat snap ik. Van de computer. Dat is morgen is altijd, dat is de gazet morgen is. Ja. Ja. weet ook al die, al die, nieuwe dingen en je ook altijd, uh, ja, ik vind dat zo super dat je zo van die dingen erop kunt vinden dat ik denk, oh dat je zo in niets een film denkt, dat je vroeger ooit gezien hebt op filmnet of? Zo. Ja, ja, heb je dat, zo, dat ooit zo. gehad, Filmnet? Maar zal nog Ik heb ja. de boekjes nog van filmnet. Heb je die nog? Zo'n zat zit ik. Dat vond ik fantastisch. Elke week dat dat hè, elke munt, hè, zo ja, van wanneer? Ja, ja, oh en dan de volgende munt, hè, de ja. het nog? Ja, gezellig. Ja, dan worden ze van die rechthoekige boekjes. Ja. Ik weet dat nog en dan, zo, en dan, weet ik ook Robocop, ja. En dan weet je ook, je kijkt al en ik dacht, Oh, ik kan die 47 keer zien. <laughs> ja, maar Dat dood ook als kind. Hè. Ja, ja, ja. Je ziet dit ja. 10, 20 keer, hè. ja. Ook in dat... de videotheek. als je dat dat was zo zien en direct terugzien en de volgende ja. dag terugzien. Ja. dat je het zeker waar voor je geld had. Ja, en dat je dat je ook zo al de dialogen kon navertellen als je zo op school ja. aankwam. Dat was zo'n beetje mijn job altijd. Ik was zo de, degene die films vertelde onder on de En die dan zo weet hadden van... Oh, die wil ik nou ook wel zien. Oké. Een rubje van dings. Een beetje, een beetje, een beetje. <laughs> ik was ook een grote fan van première. Ik ook. Ik ook. rubje. Zalig. Ik heb, dat, ik heb dat jarenlang altijd... Ja, ik vind het eigenlijk jammer dat dat er, dat dat er niet echt nog is een nee, filmprogramma. Nee, ik had de ook Simon van Kolm op de Holland. Ja? Hè, een tros. En dan hadden ja? zo... Um, um, uh, Adam Curie, dat ook ze weet volgens mij. Die had ook iets met muziek, maar die had ook iets met film. Ja. Op en, en, en Michel Folletti is de laatste dat ik weet op ATV. Ja, juist inderdaad. En Michel was altijd een klein beetje zo van, uh, ja, ik. Uh... Alles dat nog maar ruikt naar. daar gaan meer dan vijf mensen naar kijken, vind ik niet leuk. Maar wat ik wel cool vond aan Michel Follet, daar zal ik hem altijd in blijven verdedigen. Want de Fokker bijvoorbeeld, je durft wel eens hard te gaan over hoe vreselijk dat hem die vond. Maar dan zeg ik altijd ja. Maar die zei wel altijd. als je een fan bent van dat soort films, is dat iets voor u. Maar ik vind dat niet tof. Ja, ja. En daar kom ik mee om. Eigenlijk. Dat vond ik ook. Omdat ik, omdat ik zoiets had van, ja, waarom niet? Als dat gewoon uw smaak niet is, dan is dat, dan is dat helemaal niet erg. Nee. Dan stoort mij dat niet. Weet het, tegenwoordig is het ook moeilijk om over film iets te doen. Ik, ik zit al jaren met een filmidee, een filmquiz in mijn kop voor op tv. Ja. En ik stoot bij elke zender op dezelfde uh, 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 tegenkant. Van het is de niche, film. Dat is toch nonsens? Ja. Iedereen kijkt toch films? Ja, maar dan kunnen ze wel alles, alles uh, verkrijgen via het internet na. Nou. Ja. Ja, en, de, uh, ja, ja, en ik, dan zit wel wat geklapt. Ja, he, maar is... ik verstand dat. dat, dat ik... Sport wel, hè? Sport, over sport mag alles. Ja. Maar film, nee, dat is het niet. Ja. ja, dat is zo raar. Hey, ik denk van jij iemand die opgegroeid is, dat niet naar films keek. Ja, nee, film is, is van alle tijden, en van alle leeftijden. Je, je geen... ziet dat toch ook met filmquizzen hè hey? de, de, hey, de Joker doet dat ook geregeld hmm. en zo. En al die, ik heb dat vroeger. Uh, heb ik zo ook eens met een, een gast dat ik kende in een filmquizploeg even gezeten? Dan speelden wij, kregen wij altijd klop van de filmquizploeg eh, ploeg van dinges. Erik van Looy. Ah oh ja, de losers. De losers. Die, die ja. mochten altijd iedereen kapot. Ja, ja, ja. Dat was verschrikkelijk. Dat je altijd denkt, oh die zijn erbij. Ja, ja dan, dan, zijn we, dan zijn we waarschijnlijk tienders. We dat was zo'n ook... ploeg van 18 tot 88. Want die hadden Gaston ja. Weymouth erin. zitten. Ja. Gaston Weymouth, producer van een BRT geweest. Ja, ja. Die kende alle films nog voordat dat er gesproken werd in films. Ja. Dus, <laughs> Dat was, ja, dat was een, de beste ploeg. Die waren, die waren onklopbaar. dat is verschrikkelijk. Ja. Ik vond, ik vond er ook, op een de deur was het ook niet meer leuk. Dat doe ik zoiets van: hé hey, mannetjes. En ook zo'n je tegen de losers. Ja, nee? ja dat zo. was altijd zo ja. Ja, ha, ha, ha. ja, ja dat is goed. <laughs> zo, de winners is te arrogant. Hè? Arrogante klootzakken allemaal. Ik heb het nog tegen de Nederik gezegd. ik heb een tijdje geleden gezien. Ik zeg: man, ik ben me echt nooit van nagewonnen. <laughs> nee, echt Dat is, waar. Dat, is waar. dat is wel straf. Nou oh ja, toen was dat zelf ook nog helemaal geen, geen een bekende Vlaming, dat was vooral een, 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 een regisseur. Een regisseur die ja, En je had ah oh ja, dat is... Hey. Want ik ben in dat circuit van die filmquizzen eigenlijk terechtgekomen door uh, met het Fundum uh, mee te doen, ja. Eerste regie van de Erik Van Looy ja. en dan onderweg naar de, naar de ja. filmset, want dat was met een busje dat iedereen weer, weer, weer opgooit, uh, dat je bij filmquizzen, en op de premières, her en der in Vlaanderen, ook zo filmquizzen, en dan was het van, oh joh, je moet eens meekomen, hoe zo je van die filmquizzen en... Ja. en zo is dat gekomen want die Mark Punt die zit nu ook bij de, de Sven de Ridder Company. Ja, ja, die nee daar ook met de man. ja Briek van Dijk uh, Mark Punt en ikzelf wij ja. zijn de draai uh, Founding Fathers ah oh, mooi zo en toen hebben ook de naam gekozen van de ik vind dat wel van grappig van... want dat wou ja, ik nog nee. zeggen. Zo, ook, het is ook zo de Sven de Ridder Company. Ja, 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 ja. hoe vol Engel... volk kunnen ze zijn van uw wagen? Ja, wel. Ik, zal, ja. ik zal ze maar al verzin kajo ik ben ik ben mega fan ik vond dat ook ik vond de de, de Engelsman niet maar Pinkten ook een traan weg bij de Sven de Ridder Company. Company hè, ja ja. Ja, het was hè? ook niet het Sven de Ridder gezelschap, nee, nee. want dat klinkt ook nee. al zo oudbollig dat je ja. niet wilt gaan kijken. Nee, en ik ben ook een fan van de Coca Cola Company, dus ik vind <laughs> dat ook zo weer tof dat is zo hè, een ander voestertroef paar maar ja, ja. ik vind dat zo ja, ja. Dat is wel cool. En was dat, is dat iets dat jij altijd gedroomd hebt de wagen theatercompany? Nee. 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 Nee, dat is echt gelijk als grote kak opgekomen, om het zo te zeggen. <laughs> ja, voelde niet eens iets duwen ja, tegen je endeldalm ja. en je dacht, dit moet eruit. Ja, het scheelt niet veel, maar dat is effectief zo. Dat was niet... Nee, nee. Ja. Nee, dat is niet echt uh, iets waar ik van... Nee, omdat ik dacht, ik zit comfortabel in die zetel van het uh, theater, waar ik uh, trouwens nog altijd ook mee aan die lauwer van ben, tot, ja. tot zolang dat het gaat bestaan. Ja. Um, van het Echt Theater. Ja. Maar op een gegeven moment voelde van... Ah, in, de, in, de, in de keuken, hè, de interne ja, keuken. Ja. Ik vergelijk het altijd met een restaurant. Ja, die basisingrediënten zijn goed. Ik heb hier echt met de stil geleerd, maar ik wil een ander sausje maken. Ja. En, en als dat dan niet gaat in datzelfde restaurant, ja, dan moet uh, een ja. ander restaurant... Ja. Of je kunt zeggen, ja, dan mag ik die saus niet. En ik blijf hier de rest van mijn leven zitten en, en ja. ja... Maar zo zit ik niet in Want veel mensen beginnen natuurlijk direct te speculeren van oh, er zijn problemen tussen hem en zijn vader en dat botert niet en ja. dit en dat. En jij... Dat, dat, ik vond dat een mooie omschrijving, want jij begint over dat restaurant, maar ik had dat ook gelezen dat jij dat zei, van, van ja als, als, als de chef zijn recepten niet wilt veranderen en ik wil iets nieuw proberen, dan wil ik wel eens iets gaan doen. En ja. wat, wat was dat dan dat jij anders wou doen? Dat begint al bij de affiche bijvoorbeeld. Ja. Ik, ik wou meer een filmische touch... Ja. Daar begint dat al mee. Dat is, met kleine dingetjes, maar het is, het is een groter geheel natuurlijk. Hè? Maar ja. alle kleine details wilden ze zelf meer. Uh, zeggingschap mee hebben. Ja. En, en, en ja je voelt dan dat je tegen uh, gevestigde waarden die zeggen: van Nee, het is schokelijk dat het is. En we doen het al jaren zo. Met alle respect. Ja, goed, dat ja. is het zo. Maar, en ja, ik vind dat als je ons tweede affiche na ziet die we hebben gelanceerd, dan voelde het al zo. Die, die, ja, dat film is er meer in. En ja. daar hou ik wel van. Ja, dat absoluut. Dat viel mij zelfs op toen ik met de not over bij elke ik ja. zag het hangen. Dan dacht ik wel van, oh, dat is wel ook, ook al de kleuren dat je gebruikt ja. en de fonten en alles heeft een iets groter gevoel dan, dan de klassieke ja. Antwerpse theateravond die je ja. kent, want dat is inderdaad Voila, en klassiek. Die en die kende ook ervoor en die zal ja. altijd gekend blijven daarvoor. Ja. Maar ja, na 36 jaar... Ja, want ik had altijd beeldtijd. gedacht dat jij degene ging zijn dat het ging overpakken. Ja, ja, ja ik ook. zo ja, ik dacht dat ook. <laughs> Maar de pa was niet helemaal mee. En, nee, en, en zolang dat de pa nog wilt voortdoen, en ja, en, en, ja dan, goh, dan... En vind je ik... dat moeilijk? Is, de, is, de, is het moeilijk daarmee? Nee. Of heb je omdat... meer het gevoel van, fuck it, dan doe ik het gewoon maar alleen en... Ja, omdat dat deed hij daar ook dan destijds. En ja. destijds als acteur bij het jeugdtheater, um, um, kon hem zijn ei ook niet helemaal liggen. Er waren vrijdagavondproducties, en, en dat was allemaal meer voor een volwassen publiek. En dan zei hij, maar ik wil het met comedy doen, en hij had dan toch... Ja, de koppen wordt uitgegaan en je zei ik kon zelf weer toeplichten iedereen lachte hem destijds ja. alweer en zoveel jaren later is de gevestigde waarde nog steeds die is ja. cult met ontwerpen ja. en en Absoluut. ja dan denk ik en, en dan zit dat ook van ik had al gedacht dat je dat veel veel vroeger had gedaan ja. dat je veel vroeger had gezegd oh, ik wil eten anders ja. dus. dat is wel cool uiteindelijk is dat want hoe is dat nou eigenlijk dat is een beetje een rare vraag maar bij veel bij veel mensen die iets artistiek gaan doen is hij meestal al dat je het tonen al zal moet gaan uitleggen dat je, niet, <laughs> ja. dat je niet dat je niet de gewone job gaat doen ja. maar dat en dat die al naar haar zien van er zit geen toekomst ja, in ja, daar ja. komt niks van terecht dat deed hij meegenomen met zijn vader dus mijn man een bomper ja maar hoe was dat voor u want jij is opgegroeid in een theater Nest, dat was mijn speeltuin. Dat was maar ja. een speeltuin. Ik, zowel in het jeugdtheater waar mijn ouders speelden als in het echte Antwerpse theater, dat was ja, voor mij een grote speeltuin. En ik vond dat niet vanzelfsprekend dat ik dat ging doen. Dat was voor mij een gewoonte thuis. Dat was, oh ja, dat was die mensen hun job. Mm -hmm. En ik kende niks anders. Maar ik heb één film gezien op mijn tien jaar en daar is voor mij de klik gekomen van ah ja, Oké. Okay. Dat is goed dat je dat vertelt, want dat was al een vraag die ik wilde <laughs> stellen. Heb je een film gehad, waar het moment gebeurde dat ja. je zei... maar gewoon even... Dat is... Nou, dat, dat is goed. Sound effects. We doen het allemaal zelf. Met beperkt budget. <laughs> ja, die film... Je weet... Moet... Allee, of, of je weet dat niet, maar waarschijnlijk wel. Maar vroeger, voor de videotheken, kwamen er re-releases in de zomer. Ja. Dat er films terug in de cinema kwamen, mm. die al oud waren. En de film die ik gezien heb, die zo'n impact op mij had dat ik dacht van ik wil acteur worden, ik wil dat doen, dat is een film uit 74. En 74 is ook mijn geboortejaar. Ja. Um, maar ik heb die gezien in 84, toen ik 10 jaar was. Ja. En dat was Young Frankenstein. Och. Van Mel Brooks, dat is geschreven door film. Gene Wilder, ja. met Gene Wilder in de hoofdrol en ja. Marty Feldman en Madeleine Kahn. Dat is voor mij het, het summum van um, de twee dingen die ik heel hard uh, um, apprecieer. Dat is horror en humor. En die twee gecombineerd, dat vond ik de max. Ja. Ja, ik vond dat ook een keer raven film. En dan dacht ik van, dat wil ik oh, doen. Man. Ik heb dat dan direct bewerkt als toneelstuk. Ja. En in de klas uh, iedereen opgetrommeld van kom we gaan dat brengen op, op het einde jaar, op het feest, op de, op de, de Fair. Het duurde veel te lang natuurlijk. Ja. Morgen elk jaar gerepeteerd dan Jong Frankenstein. Uh, maar wel op mijn manier. <laughs> dus ja. dan beginnen we, de, met ja. mijn cells. <laughs> <laughs> en wat had dat dan veranderd? Wat vond jij dat er dan? Uh... Ik vond dat het nog voort moest gaan op tijden. Ja. Uh, dat je nog moest zien hoe dat het dan verder gaat. Dus als de brains verwisseld zijn, ja. dus dat je dan nog een soort van uh, deurencomedie met die, met die personages... Je wordt al eigenlijk al zwaar misvormd door je opvoeding. Ja, al meteen. wel. Want hoe, hoe moet ik mij dat dan voorstellen? Uh, want ik denk, hé, ik kan mij voorstellen dat u een een redelijke workaholic is, als je ziet wat hij allemaal ja. heeft gedaan. Ja. Jij dat ook wel zwaar overgeërfd, heb ik ook genoeg. <laughs> ja. en, en hoe was dat dan? Zo, mijn jeugd? Op, ja, Hoe was dat, opgroeien met een vader, dat theater? Maar ik vraag me, voor mij lijkt dat een droom, en bij mij was dat... Een ingenieur die naar mij keek en zoiets had van, deze wordt echt niks. Ja, ik heb, dat was een droom. Ik heb een fantastische jeugd gehad. Zowel onze moeder als ons vader zaten in de business, hè, mm -hmm. om het zo te zeggen. Mijn zus ook, die 13 jaar ouder is, maar ja. die ook wel mee uh, uh, in theater. Dus dat was, dat was fantastisch omdat je een enorme vrijheid kreeg. Van mijn elf jaar ongeveer was ik, uh, um, zo weet van trek dat wat plan los ja. Ik kwam thuis van school en ze hadden al gegeten, want ze gingen naar het theater en dan stond er eten dat, dat, ja, dat afgekoeld was. Dus ik moest dat dan opwarmen, dat was pre-microwave uh, tijd. Ja. Um, maar ik deed dat niet, ik, ik deed die moeite niet. Dus ik, ik had dat gewoon zo wat, zo wat koud op. Vandaar mijn grote voorliefde en aan, hij voor afgekoeld eten. Oké. Okay. Ik vind dat fantastisch. Koude pizza. Ja, oh, oh dat is een van de beste dingen Met word, ketchup it. erop, hè? Oh, oké. Okay. Ja, right. we moeten level. doen? Next level. Ketchup Next op level. Ja, maar ik Er ik... zit niet genoeg tomaten op. <laughs> Ik zit een mega ketchup fan. Ik dus mensen worden oh. er. Ja, maar ja, ik bij ben alles. Bij mij is hij Engelse familie. Dus bij mij was de fles de, de ketchup en ja. de fles HP sauce. Ja, ja, en ja, zo. Ja, dat ja. stond standaard op de tafel. Dus je weet ook van. Ja, mensen kunnen nog naar mij zien en denken: een boterham met kaas met ketchup erop. Wat is haar probleem? Terwijl dat, dat met bij mij Ketchup, dat, van, vind dat, ik, is, ik, dat, dat vind, vind ik. Oh, ja. Maar pindakaas <coughs> met ketchup? Dat hebben we nog nooit genomen. Oh, oh, oh. Maar dat ik ga ze max. wel next level ketchup dat is de gebruiken. Max, dat is de max. Ik kan er echt nog eten. Ik zit hier dingen te dat is met ketchup. Zalig. <laughs> dat is echt de beste late night snack ever. Oké, okay. ik kon dat eens proberen. Eigenlijk, ik zit na aan het proberen van een beetje te diëten, Dus ik kon dat na ja. even niet doen. Want okay. ik, ik had zo'n paar foto's van mijn nagen gezien met een band op het podium. En ik dacht, wat the fuck is dat mee? Ja, zo. Ik, en, uh, en, ja. ik begin dat te voelen, ja. Zo, vroeger kwam het er minder gemakkelijk ja, dat bij. Ja, dat is zo. En, ja. ja, ja. ja. Ik heb nou nooit allee, het is lang geleden dat ik nog allee, meer dat is niet en... Bij mij is dat ook zo. Nee, nee <laughs> niet zo. Maar... zo ja, ja, dat ja niet ik zo. zie <laughs> het. Bij mij wat een frak. Zo doet er die ziet aan. Je ze de wagen aan het laten gaan. Dus bij jou was dat Young Frankenstein. Dat is, ja. wel, dat is wel cool. Weet je wat dat bij mij was? Uh, dat was ik was ook jong, maar ik weet niet hoe oud dat ik was. Want ik moest er nog aan denken. Die vraag was eigenlijk gekomen door een post dat je had gedaan over Margot Kidder dat die ja, gestorven ja, was. Ja. En bij mij was dat Superman the movie. Ja, en go. ik herinner me dat, de de scène dat het bij mij allemaal gedaan had. Dat is die helikopterscène. Ja. Met hem zo hè. terug. Ja, dat dat Lane hangt om de rand van een gebouw, onder een helikopter, ja. hè, die dat over de rand hangt en, en Clark Kent komt voorbij, die je ziet hij. En dan loopt hij de straat over en dan krijgt al die muziek. Ja. Je tuntren, tuntren, en, dan, en dan trekt hij zijn t-shirt open. Dan krijgt hij die S. En dan gaat hij zo door die draaideur, zo ja. supersnel. Komt hij eruit in een Superman pak. En dan staat er zo'n pimpgast op straat en die zegt: Hey, nice outfit, man. Ja. En dan zegt hij: Thanks. En dan vliegt hij naar boven en je ziet ook zo de reactie van alle mensen in de straat: Van... En zo, wat is dat? En dat die de Lois Lane valt, hij vangt die op. En, en dan en, nog is die een helikopter. Ja, want dat is het graafste <laughs> van allemaal. Maar zij zegt ook zo: en dan zegt hem: Don't worry, miss, I've got you. En dan zegt ze: You've, You've got, got me. me! Who's got, got you? you? Ja, dat is <laughs> fantastisch. En dan valt hij in een helikopter en dan pakt hem met ier een hem. Ja. En dat moment was voor mij zo: Ja, ik wil, ik wil zoiets ja. doen. Of zin. Of het, het maakt me niet uit wat dat is. Dat is toch prachtig, hè? Dat, 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 is, dat Dat kan. Dat, dat kan teweeg te, te brengen. Zo, ja, bij, bij... Omdat, omdat dat, dat is ook. Je, je merkt dat ook. Dat was van op dat moment was ik ook een filmnerd. Mm -hmm. wilde dat allemaal zien. Goedde, ge, hey, al die films waar je mee opgroeit. Back to the Future, The Goonies, alleen, noem maar ja. op. Zo, al die, die magie dat dat had. En no, eigenlijk nog altijd heeft voor mij. Zo, want ik ja. kan nog altijd naar de film gaan en zeggen. Ik, ik zie echt het nog die film. Of... Absoluut, en ik kan ook zo films terugzien van de jaren tachtig en in diezelfde sfeer terugkomen. Alhoewel dat je dan soms wel ziet. van. Mm, mm, maar ik vind die nostalgie, ja. vele, dat, dat, dat verbloemde alles voor mij. Dat ja, zo... en, en dat had ik vroeger nooit nostalgie. Maar ik begin dat, je begint te gemerken dat. Hè, want, Sorry, niet, echt niet? Nee, oh, weinig. Man, ik ben ermee gebouwen volgens mij. Ja. Dat is een ziekte, hè? Ja, pas op. ik dat is echt een ik, ziekte. Ik wil, nee, nostalgie. Ik, 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 um, ik, ik, ik denk hier, dat ik het verkeerd zeg als ik hier binnenkom dan denk ja. ik oh, 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 oh. dan zegt zo church ja nee dat snap ik maar op die manier snap ik wat je bedoelt ik had, had zit niet nostalgisch op het gebied van het leven zo naar het verleden kijken en dat soort dingen dat dat, ding, dat en je dat, niet zo het gevoel dat je zoiets terug zoiets iets tien jaar wilt zijn ja tuurlijk ah, wel, is het toch Goed, maar dat begint nu ik had dat ervoor niet oh, nee ervoor ja. had ik dat niet de, bij mij moest ze zelfs niet beginnen over iets dat ik twee jaar geleden gedaan had. En ja. weet, dat boeit mij niet, dat is voorbij. Maar nu, dat is heel funny, maar hè, dat is zo. Ik, tussen mijn 44 en, en mijn 45 voelde ik je niet eens zo, shit. Zo, ook die gewaarwording van halfway. Als je ja. heel, heel, heel uh, optimistisch bent, dan ja. moet ik al 90 worden, ja. hè, man, als ik halfway ben. Ja, ja. Dus ik voel ook al zo van, fuck, wie weet. En dan beginnen ze van die rare gedachten te hebben. Dat, dat je zo een nummer hoort op de radio. En dat je denkt, misschien word ik dat nog maar vijf keer. <laughs> ja. En dan is dat gedaan. <laughs> ja. Zo dat soort. Dat soort dan beginnen van die heel weirde gedachten te hebben. Dat heb ik, ik, oh, ik Na Return of the Jedi had ik dat. Van, ik hoop dat ik nog leef voor de volgende Star Wars-film. Ah, maar Dat is na nou één ding. Hoe dat ik <laughs> mijn leven altijd <laughs> zeg. Dat was altijd als er een nieuwe film ging uitkomen. Dat ik echt wou zien. Ik hoop. Dat ik nog leef. als die nut komt. Ja, zo en je blijft zo elke keer zo dat verleggen. Ja. want dan, dan hebben die je gezien. dus ja, nou moet er een volgende ja. zijn. Dus en dat, en dat begon ik. want uh, nu begon dat zo. wat dat vroeger meer zo'n soort idee was. van ik leef daar echt naartoe. begon dat laatste, ja, zo jaar. de reële angst te worden. Ja, ja. Van, ik hoop dat ik nog leef. als dat het komt. Ja. He, zo, als je weet dat heel die cyclus gedaan is. van Star Wars. of wat daar nog achter komt. of. Ja. Zo dat soort dingen. Wat vonden we een solo trouwens, by the way? Entertaining, ja. maar niet meer dan dat. Nee. En veel te donker. Veel te veel Zack Snyders invloeden in de, in de. Maar het schijnt dat dat onder de cinema ligt, heb ik nou maar laten vertellen. Vond je dat niet donker? Ja, dat is maar een donkere film. Ja, maar echt absoluut, zo vaak dat je denkt, ja. Man, truk de kleur eens op. Ron ja. Howard, alsjeblieft. Ja. En zo alles zich degrade, ik vind dat niet tof. Nee. Ik heb geen kleurtjes. Ja. Ik snap ja. dat wel, met dat, met dat Superman-verhaal, oh, dat we er juist aan soort die nieuwe Superman. Ja, wat ik daar vooral het hardste om miste, was de, uh, ja, yeah, sense of wonder. Hey, zo, uh, Superman, in die, in die originele ja. film, die komt buiten en iedereen ziet er en van, wow, en die vliegt en iedereen doet, ja. en die vangt niet op, en, oh, en mensen zijn direct bereid om te zeggen, wow, wat een ja. grave gast. Nee, niet nice. En nu dat is dat zo... allemaal dat cynisme van... Serieus. Ja, en bang zijn, dat is een wapen en je ja. kunt je niet vertrouwen. Dat vond sceneel. je dat van Superman Returns? Want ik vond dat ook wel... Ik vond dat een ode aan die oude films. Absoluut, heel hard zelfs. En ik vond dat... Ja, ik had het er veel minder moeilijk ook... mee dan dat veel mensen het ermee hadden. Ja, en dat Brando er terug bij was, ik vond dat geweldig. Ja, en, en ook het feit dat... Ik vond uh, Kevin Spacey... Je <laughs> mag zijn naam niet meer zeggen <laughs> tegenwoordig, maar ik Jawel, vond dat... Jawel, Morgan ook, Freeman. Ja, <laughs> <laughs> ik vond dat een goede, een goede ding, een uh, goede Lex Luthor. Lex Luthor ja absoluut. Ik vond het ook funny dat hem zelfs op een bepaald moment hem bijna Gene Hackman, ook, hè? Dat ja. zo, dat, dat je zo, want dat was ook op zich had dat figuur bijna niks te maken met de Lex Luthor in de comics, maar die was zo goed gespeeld ja. door Gene mochten Hackman dat hij zijn eigen echt van, niet mochtte. Ja. Ook dat hij een hele tijd rondloopt met een krolle ja. en helemaal op Tinder trekt hem die praak ja. af en dan hebben ze weet van Lex ja. Luthor, waarom... Hé, maar... En die project was eigenlijk gebaseerd op zijn echte haar. Hè? Ja, 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 ja. Want die wou, ik denk dat hij gewoon zijn haar niet wou afscheren voor die rol. <laughs> dat, dat, dat Want dat was toen de grote naam uiteindelijk. Ja. Zowel Gene Hackman als Marilyn East Brando. Marilyn Brando, dan Gene Hackman, dan, dan pas Christopher, Christopher Reeve, Reeve. Want uh, uh. dat was eigenlijk de, een onbekende acteur toen. Heb uh -huh. die eens een auditie zo ooit gezien ja. daarvoor? Ja. Met die zweetplakken ja. onder de, ja. onder de ja. <laughs> <Toen> <laughs> Dan had hij zo'n te, te spannend fout pak aan. En dan, ja... Ik vond dat fantastisch om te zien, man. Ook omdat je weet van, ziet het, het, zelfs met zweetplakken kunnen nog een fantastische rol krijgen. Ja, want <laughs> dat vond ik ook een goede van, van, uh, van dingen wel zo. Want Henry Cavill vind ik op zich fysiek wel onwaarschijnlijk superman. Want die is niet oh, super man. Nee, echt. En dat is jammer, want, want ik vond dat wel cool wat ze, ze Als ze die gecast hebben, ze deden nou, die iets voor veel mensen. Uiteindelijk komt. Uh, komt hij buiten gewandeld in een Superman pak en je had toen het pak aan van Christopher Reeve en die zei ja niemand lachte iedereen net ze weet oh ja dat is Superman ja. En visueel vind ik dat dat ook echt is. Als je die ziet... Ik zou het eens in kleur willen zien. Ja, ik snap het. Ik snap het. Hoewel ik, dat ik, je... ik, ik ben altijd echt triestig dat Nicolas Cage nooit niet is. Hey man, <laughs> maar dat het. moet fantastisch geweest man, zijn, want dat is, dat, zijn, dat zijn zo twee dingen waar ik echt het gevoel van heb. Van, ik wil nog altijd... Dat, 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 als ik een tijdmachine zou hebben, zou ik terug in een tijd gaan en zeggen... Mok die film. Ja. Zo, so, eh, dan zou ik twee dingen willen. Genoeg geld hebben om die mannen te geven en te zeggen, maak die je gewoon af. Yeah. En dat is uh, die Superman Lives, eh, yeah. dat Tim Burton ging maken, en die Dune van uh, Godorowski. Maar ah, die heb ik nooit niet gezien. Nee dat, is zo, nee, dat is ook een documentaire. Oh, ja, dat is oh, ja, een film ja. die nooit gemokt is. Okay. Maar er is zo'n hele hoop uh, set-design voor gemokt. in en, en designs van kleren. Maar en daar hebben ze toch een deel voor gebruikt, voor die van David nee, Lynch? Niet? Nee, want dat is helemaal anders. En als je het ziet, ga je ook door. Ik in ben mijn wel van... een fan van die van David Lynch. Ja, ik ja. ook. Dat moet je ook niet zeggen. Hè? Nee, dat moet je helemaal <laughs> niet vind... zeggen. Ik, ik had die poepjes ook. Ja, ik he... <laughs> ik had die ook allemaal. Dat is die Baron Harkonnen. Ja, was echt een grote en dikke. Want ik had, ik had er zo foto's van gezien van die poppetjes, dat die gingen uitkomen. En ik wist nog, ja, ik was een grote fan van, uh, van Sting. Ik vond die ook heel cool als ja. die een, hè, Fade Harkonnen, ja. zo in dat, dat zwart leren zot bondage pak. Maar dat normaal Mick Jagger ging doen, hè? Ja. Maar ik ben wel blij dat Sting ja, is Want ja. die vond ik. Want ik heb ook. Eh, Mick Jagger heeft toch ook geacteerd in. Free, hoe noem je die, die? Free Jack. Free Jack, Jack, Free Jack. ja. Free Ja, daar speelt hij de slechte ja. in. Maar dat is niet zo'n hele goede acteur, nee, nee. Vind ik. Yes. En, en Sting is op zich. Ah oh, ja, ja. Hier, Nicolas Cage dat dat pak aan het aanpassen is. Zalig. Dat is echt cool, hè, man. Weet je wat ik ook vind als je zo ziet? Want he, ze hebben daar zo'n film over gemaakt hè. Over he, zo'n. Heb je gezien? Nee, er is een film gemaakt over uh, heel dat productieproces van die film, dat er nooit gekomen ah, okay. is. Nee, nooit dat niet. is zo'n crowdfunded ja. film, van zo'n zotte fan, die dat al die footage is bijeen gaan rapen. Want Nicolas Cage ging ook in de, in de, in de jaren uh, 90, begin jaren 90 is dat. Dan had Superman op een bepaald moment je dood. Hè? Je death of Superman. Mm -hmm. Dan sterft hij je in een gevecht met Doomsday. En dan komt hij terug. Maar dat hij later terugkomt, eet hij je haar. Dus dan ja, vandaar, eet je zo haargelijk ja. dat. Dus dat was ook een beetje de insteek van die is een Superman. Je ja, neet ja. ook een pak in die film, waar allemaal zo van die lichtslangen uh, doorlopen. Dus dat dat ook zo helemaal oplicht. En Brainiac ging de slechte riks in, en dat is zo'n een, een superrobot, en die, nee, die ging ook een schip hebben met die zo'n kop erop, en er gingen... Die, allee, er ging... God nee, weet, weet niet, wat dat daar wel, allemaal ging inzitten. Maar ik ken die referenties van die comics allemaal niet, hè. Nee, dus want ga ze echt gewoon de film van. Film en van. speelgoed. Ja, bij, <laughs> mij is dat, bij mij is dat begonnen met... met um, wel met de film Superman, want hey, toen ik die, die bij première van Jo Robke trouwens... Ja. Dat, Vandaag met ja. laten ze zien, ja. Ja. met die helikopter. En toen was ik verkocht. Ik moest die film gaan zien. Ik kon daar niet aan. Ik ben hier ook twee keer in de cinema gaan zien. Terwijl mijn, uh, mijn, mijn vader, die, uh, die kon daar niet aan dat ik nog eens naar de cinema mocht. Met mijn mama dan. Hè? Want die ging meestal niet mee. Ik ging altijd met mijn moeder. En mijn moeder is ook een filmfan. Die ziet ja, hè dat is, ook niet, dat is ook gelijk ga. Die kent niks van comics of niks van die. Maar die ziet gewoon geire films. Film, ja. En die... Uh, dat ging, mochten we nog eens naar de cinema en ik wou terug naar Superman. En mijn vader snapte dat niet. He, zo, alé, dat gaat terug diezelfde film <laughs> gaat zien. Terwijl dat, dat dan wel de nergste was op vlak van op video later films 7000 keer ja, zien. Ja, ja, ja. En mijn vader was ook zo'n fan van, zo van die films, gelijk Pretty Woman en zo. Ik denk dat ik die echt. Denk, ja, ik meen het. Ik heb zo'n mega macho, maar zo dat soort films, dat vond hij dan fantastisch. En die, heet, die neem ik denk ik twintig keer met hem gezien of zo, en dan begon, Wist ik al op elk moment dat ik er naar keek, dacht ik. Na, na god om beginnen blijven. schieten. Oh. Na god er een troon weg. <laughs> na kan hem het niet aan. Na wordt het moeilijk. Zo dat echt letterlijk ja. en echt elke keer terug. Ik heb je nog de gekeken? Lach. Dat je zeggen. Je zag toen eerder die films van Bronson. Dus ik zat al klein om te zeggen. Ook, ja. ook of Chuck Norris. Ook ook ja. Volledig, want, want dat was het ander ding. Hè. Ja. Maar die had ook zo'n hele melige, rare kant, ja. waar ik van dacht, really, is de beelden, ga ik deze nog eens zien. Ja, want, ik, want ik weet nog een van, van de films dat hij het beste vond waar ik mee afkwam. En daar heb ik heel mijn leven in de videotheek het equivalent voor moeten zoeken. Okay. En het was meteen de eerste. We kregen een video dat op, 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 hij voor Kerstmis voor ons gekocht had. Uw eerste VHS-video, want ja. ik had zelfs geen Betamax, wij waren laat. Hè. Ja, dat en het is zo, laat. En dat <laughs> was zo, bam, hè, zo VHS. En ik had een film gaan, gaan huren van, ja, die gaan we zien. En dat was First Blood Part 2. Rambo 2. Ja. Ja. En dat vond hij onwaarschijnlijk. En voor, voor ons was dat voor de rest van ons leven, ja, het is niet zo goed als Rambo 2. Dat je echt zo denkt, <laughs> oh man dus ja wij zijn zeker Charles Bronson ja, ja. En, en Chuck Norris en al die invasion USA, USA zalig, zalig. Ja, de Russen ja. vielen binnen, ja, ja. maar dan Chuck lost het alien op, <laughs> want dat was ook de graaf iemand alien die hij ook neembaar nodig, dat, dat is fantastisch, maar ja dan hebben er zo al die Chuck Norris jokes die er jaren ja. later gekomen zijn, ja toch... gecultiveerd een beetje, hè? ja, wel. ik ben wel een Chuck Norris fan, ja. oh, ik, ook. Ja. ik ook, ik vond dat ook, hoe komt dat hij zijn basis die echt wel, alleen die is echt, wereldkampioen karate. En wat is dat allemaal? Ja, of een eigen stijl zelfs gevonden? Ja, die, gevonden? Nee, die, neen, die neen, um, jarenlang dat is een Amerikaanse militair geweest. En dan heeft hij in Korea gezeten en daar heeft hij Tang Soo Do geleerd. Waar eigenlijk Koreaans karate is. Dat is een beetje gelijk. Um, Dit de, de, de grote... is mijn graaf. Wat he? Ik ga langs je Wikipedia aan het opzoeken, want ik denk dat ja. je ook moet. En gaat het je letterlijk ontzeggen. <laughs> echt, check ah, this. Okay. Na zijn school trad hij toe tot de Amerikaanse luchtmacht. In 1958 58 werd hij gestationeerd in Zuid-Korea. Hier begon Norris te training vechtsport judo onder meester aan. Kort daarna begon hij te trainen in de vechtkunst van Tang Soo Do, een Koreaanse <laughs> vorm van het karate. Onder begeleiding van meester... Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat, dat Tang Soo Do het verschil... De, de, de populairste... Koreaanse gevechtsport is Taekwondo, maar dat is alleen traptechniek, dat is ja. heel veel benen. Terwijl Tang Soo Do ook heel veel vustechnieken en lijkt heel hard op Japans karate eigenlijk. Ja. En daar, dat heeft hij jarenlang gedaan en is dus ook denk ik, oh man, hoeveel keer wereldkampioen? Ja, geweest? veel Ik meer dan zeven keer. Denk meer denk dan ik. Caradine, denk ik. Ja, sowieso. Zes op, maal. Zes maal, hè? ja. En ook zoveel ze dan, of ze weten. Ja, ja, want die is ook nu, die heeft ook jarenlang sinds. Uh, die, die, dat is ook een, een black belt in Brazilian Jiu-Jitsu intussen. Dus die heeft, dat is in meerdere stijlen ah, die En Esparte daarom vind ik dat zo graaf, dat, die, die, ja. dat dat niet zo is van ik zeg met een action hero en ik doe alsof. Nee, ja. nee, die net die basis zegt Ja. Dat vind ik tof. Je had ook in de jaren negentig, en deze had ik in een magazine gezien en in Amerika verkochten ze dat. Dat waren de Chuck Norris pants. Die net jeans. En die, die zagen eruit, gelijk een gewoon jeansbroek, maar die rekte mij zodat je kiks kon doen. Want die gebruikten hem dan in zijn films ja. en dat waren de Chuck Norris action jeans. En je kon die kopen. En ik wou die hebben, maar ik die kreeg die. Niet. Mijn, moeder, mijn moeder had ze weer. Doe die snel, Levi. Zo'n jongen, nozer. Ja, hier, 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 action jeans. Real deal. Volgens mij waren dat zelfs niet echt die al schoon. Jeans ook niet. Maar dat mocht niet uit, want Chuck Norris had die ja. aan. Ja. Ik was ook een fan van Walker Texas Ranger ja, op ja. TV. Ik zeg dat ook wel een ja, Dat is, ja, is zo'n een, een gast met een baard. Ja. Iets waar ik van mijn eigen vroeger van zei: Ik vind dat niet schoon, een baard. En na loop ik ermee rond. Ik heb buik. dat altijd wel tof gevonden. Ja? Ja, ja. ja ik weet niet. Ja. Nee, toen ik jonger was, had ik echt zoiets. Oh. En, maar ik had nee, dat ook had met tattoos. James Brolin had dat ook hè? Ja. En dat vond ik ook zo, oh, dat is een baard. Dat is baard, een vink trouwens. Ja. James ja. Brolin, dat is, dat is alles wat mannelijkheid mannelijk had uitstraalt, vind ik. Ja. En die is dan ook met Barbara Streisand ondertussen. Ja. Dat is, dat is... alles wat mannelijkheid <laughs> niet wilde uitstralen. Maar hij heeft hem geen baard meer. Nee, 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 nee. James. Wel heel zot. deze vind ik heel funny, die foto van hem en Christian Bale net voor elkaar daar. en hoe werd dat die op mekaar trekken. Ah ja. Dat is waanzin. Waar maar je, gij, dat is, kusim, ik, ah, daar hebben dat? Zie je ja, 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 ja. dat? Christian Bale, helemaal op Tinder. Ja. Die twee neffen, dat, ja. dat is precies vader in zo. Ja. Maar, heel, maar niet, Josh, Brolin zang, Josh Brolin is de zanger. Josh Brolin is ook ja, een graven, ja, vind hè? Ja, ja. Trouwens, uh, wat vonden van. Uh, van uh, Avengers Infinity, Infinity, Infinity War. Ik noemt het op waar ik er heel goed aan vond. Uh, Him? Ja, dat ik is vond, uh, onwaarschijnlijk. En die Circus, uh, hij kon voor de ja, eerste keer. vond dat echt gelijfde mee met die Thanos. Ik vond dat heel goed. De film, Cella de Solo, entertaining, maar... Ik oh. vond dat wel beter. Zeker hoe dat het eindigt, hoe dat het, wat voor keuzes ja, dat maar, ze maken, vind ah, ik, allee, ik toch wel cool. Mogen we spoilen of niet? Nee, zeker niet. Ik zal er We Hebben rondgaan... ze het al gezien? Of hebben ze ik, het zal gezien? ik weet het niet. Het is al wel wat laag. Het is wel man. reversible, hè. We dat toch niet Ja, maar dan... er zijn er wel een paar niet, hè. Sowieso niet. Ik denk, ik denk Loki niet, ik denk ja, Gamora nee, Loki niet. niet. Loki ik, denk, ik denk degene, er zijn er wel een paar die dat echt niet ja, gaan terugkomen. Oké. Okay. Ja, de rest weten, ja, tuurlijk. De van die gaan hier ja, niet, niet. Ja. Ze, nee. He, ze, maken, ze maken een, een film met een, met een zwarte Afrikaanse held en dan is die niet eens gedaan. Dat denk ik niet. Nee, nee, nee. Dat weet je wel, hè? je weet het eigenlijk ook al over. Maar ja, iedereen heeft daarna al gezien. Als je ja. het na nog niet gezien Ik het... vond het wel van alle ja. avengers films de beste. Ja. Want ik was niet zo zot van de vorige twee. Nee? Nee. Ja, de Andries ook niet. N3 is ook nee. niet, nee. niet zo'n mega-fan van dat genre. Ik geloofde dat niet. Ik, ik de, deze vond ik leuk, dat dat de eerste keer was als er iemand doodging, dat ik dat ook geloofde. Ja. Die ja. andere films, ik vind dat. Maar ja, je weet maar meer in Ik vond dat ja, ja. kinderlijk, ik geloofde dat, dat deed niet zeer. Ja. ja nee ik ben, dit is ook zo'n franchise waar ik zeg van yo, wow, I couldn't care less of dat er dan nog films van komen of niet The Guardians wel want dat vind ik dan weer dat is tot er buiten en dat vond ik heel ja. tof de Tweeën vooral ja. uh, ant, -Man, den ant, -Man is, ant man was ik grote fan van de twee is een vader en zoon of film oh, dat, is, oh, dat is verschrikkelijk waard, hè? oh man <laughs> want dat wou ik ook nog vragen wat zijn zo'n zo, zo films bij jou waar je van zegt dat is elke keer blijden als ik die zie. Empire of the Sun. Oké. Okay. Elke keer. Elke ja. keer met die kamikaze's. Elke keer. Ja. Als die kleine Christian Beelders toch en B-52, oh, ja. Cadillac of the Sky. Ja. ja. Allee, dat is echt. Ja. Dat vind ik. Ja. Dan krijg ik, 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 zie, ik zie uw oogjes al wat waterachtiger. <laughs> dat is goed, maar ik heb dat ook. Ik kan dat niet. Ik kan dat zelfs niet vertellen. Sommige van die ja. films. Zal ik zal zeggen, wat ik daar heel erg mee heb, bij uh, The Iron Giant. Ja. Hey? Ja. Dat is als op tinder die grote robot. Want ja. hey, die, 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 die wordt dan bevriend met zo'n klein jongenske. En dat jongenske leert hem dan comics kennen. En hij is dan helemaal hey, zot van Superman, want dat vindt hem dan cool. Ja. En helemaal op tinder komt die raket afgevlogen en hij vliegt nog die raket. En dat jongetje zegt, you can be what you choose to be, en hij nou, is zo Superman. Ja, dat kraak je aan. Ja. <laughs> dan zeg ik al aan het blijven. Dan denk ik elke keer, oh ja, ja. He, zo, dat is toch een goeie robot, eh, gebouwd voor oorlog in. in maar dat, dat is toch fantastisch maar dat dat, dat, dat ook... kan. Dat... Ja. Interstellar. ja, de Ja. De scène dat hem dus zee, dat zijn dochter. Ouder is ontwerpen en ja. dat eigenlijk maar een uur is weggewist. Ja ja ja, 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 ja. En dat hem zoiets van allee, dat, dat speldoek. Ja. Dat, dat is, is ook nog een onwaarschijnlijke hij... film. Dat vind natuurlijk een topfilm. Ja. Ja. Ik ben daar zot van, van Interstellar, omdat ik geloof dat ook. Ja. Ik vind dat dat is zo duidelijk. Wat... Ja, ja, dat klopt. Dat klopt. Zelfs met die boekenkast op tafel dat iedereen van zegt... Oh, ja, ik vind dat dat klopt. Inception, ja. daar had ik het dan weer moeilijker mee. En waarom? Omdat voor mij een droom is een droom. Maar er kan ook een droom in een droom zitten. Ik heb het nog niet meegemaakt. En ik droom elke nacht. Is dat? Ja. ja. Ik herinner <laughs> maar de helft van mijn droom, nee, Maar misschien we zitten we er nog in. Ja, wie weet. Wie weet. Met wie weet. Wie 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 weet wie weet de, de boekenkast. Wie weet ligt de granaten <laughs> maffen en zit Matthew McConaughey hier achter de boekenkast Ze nagen af te jassen. Vettige <laughs> <laughs> Matthew. Zelf voor de smeerlappen. Mm, mm, <laughs> dat is toch ook geniaal. Ja. Oh, ja. Wat een gast is dat ook. Vooral ja. omdat die niet zo... De eerste film dat ik die nooit in gezien heb, Matthew McConaughey, dat was die A Time to Kill. Met Sandra Bullock. Ja, en yeah. Samuel Jackson. Yeah. Hè, waar dat hem zo'n advocaat speelt. En yeah. ik vond dat een jonge Paul Newman, als ik die zag. Ja. Yeah. Ik dacht echt van, wauw man, hè, dat wordt een ster en dat wordt dit. En dan viel die niet neer in zo'n soort. Romantic comedy. Ja, hel. Ja. Waar ja. je van denkt, oh... ook wel goede films. De ja, Sahara vind ik niet onderschat. Maar, maar film. dat is ook ja. een goede acteur. Hè, dus ja. ze, in die films was die ook goed. Maar je voelde wel van, hè, dit is zelfs Die gaat die richting op. Het is ja. zelfs een joke geworden met. met, met hoe heet hem? Um, Matt Damon, denk ik. Die deed zo'n super imitatie van Matthew McConaughey. Denk ja, op David Letterman. Dan zit je erin en dan zegt hij zo van, uh, zegt hij van, ja, uh, yeah, zo, so Mr. Sarberg. I think it would be, <laughs> be a good idea if we take our shirt off in this scene. <laughs> en, so dat hij zo altijd zijn t-shirt te trek, eh? en, uh, en dan zegt hij, zegt David Letterman, uh, do you think so? I think we get more chicks if we take off our shirts. zodat dat, je doet zo echt een kei-goeie imitatie van Matthew McConaughey. En dat werd bijna een meme dat werd bekend ja. een joke hè? dat je denkt oh ja tuurlijk McConaughey hij heeft zijn T-shirt weer niet aan en dan, in dan eerst... ineens zo mud en Killer ja. Joe en ineens begint hij zo ja. Want dat vond ik ook een zotte film man Killer Joe niet gezien nee het is niet een kekerbientje of zo. Oh, dat he? moet oh. ja. ja, Je gaat nooit meer naar een kekerbot <laughs> op dezelfde manier ja. kijken. Dat is al dat ik zeg. Dat is een scène waar je je ziet te zien. En dat is met hem en Gina Gershon. Ja. En dat is echt zo van holy fuck man. Vooral omdat je ja, je hebt nog nooit. Ik had je nog nooit zo gezien. Je hebt je altijd gezien als een beetje. Ofwel is dat een held of een toffe of een romantische ja. of een lieve. En die speelt een onwaarschijnlijke klootzak. Maar de manier waarop ook. Dat je die echt gelooft. Dat je denkt: holy shit, wij zijn met Matthew McConaughey gebeurd. Dat is goed hè. En in eerste is dat zo'n boom-A-list: ja. topfilms. Ik vind dat fantastisch. Ik hou, ik hou altijd van mensen die, die, uh, die, hoe zeg je dat? Mensen op het verkeerde been zitten. Want ik had dat bij u ook heel funny. Hè? Ik ken u al heel lang als hè, Sven de Rieder, zoon van Ruud de Rieder, echt Antwerpse theater. Dat was bij mij de connotatie dat ik er altijd mee had. Mm -hmm. En dan neem ik u ineens in een paar films gezien in Matruskas en in dingen. waar dat jij serieus acteert en dat je niet eens deur hebt. Matruskas een... was heel klein. Ja, klein, maar toch. To... Maar toch dat ik denk out of character gewoon. Je ja, zag dat je... is de kans die je moet krijgen. Ja, ook, en dat is super, want dat was, dat was... ik zag u bezig en ik dacht ineens van fuck man, dat is een goede acteur. Ik, de, ja, ik, het, het leuke van acteren is maar dat ik altijd nog uh, als kind, ook al van oh, dat wil ik doen, dat wil ik doen. Is zoveel mogelijk verschillende dingen spelen. In zoveel mm -hmm. mogelijk verschillende genres en zoveel mogelijk verschillende rollen. Zo um, uh, Lon Chaney, de eh, man yeah. of thousand faces. Maar dat da, da, is dat ik wil zo transformaties en dit en dat. Als kind, ook dat wil ik doen. En ik heb leuke kansen gekregen. Ja. Dat ik dat heb kunnen doen, want er zijn heel veel die dat ook, die, die kansen niet krijgen. Nee. Um, maar het vreemde nog niet, is, is het beestje perceptie. Want ik ben nog altijd dezelfde mensen. Een woord dat wij heel vaak gebruiken in onze dagelijks. Ja, wij ja, worden daar zot van perceptie. van het woord perceptie. Ja, maar, ja, maar dat is toch. Ja. In ben ik uh, salonveeg. In ja. eerst, overnight. Waarom? Oh, omdat ik mee heb gedaan in de ronde. En in hetzelfde jaar, allee, twee, twee jaar daarna, in deadline. En in IES was dat, oh my. Mm -hmm. En dan denk ik van ja, oké, okay, zal wel, maar ik ben nog altijd dezelfde. En ja. Ik vind dat een heel raar. Ik uh, wat ik grappig vind, dat, in de Luc Wens was niet hetzelfde. Yeah. Die zei bijna één op één dezelfde dingen. Mm -hmm. yeah. zo, in de eerste dan zo, ah ja, hoorde bij de club. Precies, ja. comedy, comedy en acteren, dat is precies zo dat je dan een muur bouwt of zo, waar dat je terug door moet. Yeah. Ja. En, en nou ben ik, allez, sinds een aantal jaar door die muur of ik, ik het vergelijk altijd van ik mag, mag binnen in het pretpark ja <laughs> ik zit niet meer die meters die je drinkt hè ja en hier <laughs> en hier ben ik zo ah oh ja ik zit een paar centimeter boven ik mag in dat tracé na. Nou. dat is wel een -goeie. en en ja dat is plezant dat is plezant dat je in dat tracé bent. want ja, je komt aan andere mensen tegen je, je, je krijgt andere invloeden binnen en uh, ja mm -hmm. Maar dat is wel, ik vind dat, ik vind dat inderdaad opmerkelijk, dat dat heel vaak um, is met comedy. Ja. Of met komisch. Kiezen voor, voor komisch te zijn, maakt het heel moeilijk voor mensen om je o serieus te nemen. Ja. Klaar, ja. Terwijl dat ook Terwijl dat, dat de meeste mensen ook niet doorhebben hoe serieus dat je met comedy bezig bent. Ja. Want dat is ook, je, je hebt een gevoel voor humor, want anders doe je dat niet. Hè. Maar om... Een, een, te, hè, een, een blij spel te schrijven, te regisseren, te maken, die jokes te verzinnen, daarmee bezig. Dat is onwaarschijnlijk. Dat is soms wel wiskunde zelfs. Dat is. ja. ja, ja. ja. Want ik heb, ik heb dat dan, hè, ik ben geen acteur, maar een comedian. Maar ik voel, ja, dat is ook, ook een beetje acteren. Want je staat deel avond... Hè, als je kwaad wordt, zit er niet kwaad op dat moment, maar je gaat in, mm -hmm. in, in je ding. He, je blijft nog een klein beetje zo'n soort. Uh, hoe zeg je dat? Je blijft nog wat waarachtigheid faken. door te doen alsof je het op dat moment allemaal uit je gat aan het trekken bent. <laughs> he, terwijl dat dat eigenlijk. He, als je <laughs> naar een theaterstuk gaat. Kun je kunt bijna onderling afspreken, gelijk met een film, het is een verhaal. Dat is het ja. geschreven, je gaat kijken en je ziet het. Hoewel dat ik me dan wel kan voorstellen, met komisch theater, dat er ook improvisatie ja, is gebeurd. Ik hou van jazz, hè? Van ja. Even die partituur te verlaten en, ja. even, en dan terug op die partituur te komen, dat ja. vind ik fantastisch. Maar dat kun je alleen maar doen als je die partituur rot ja, van buiten ja, kent. Hè? Ja, ja, en ja. dat is het ding dat je, dat je kunt loslaten en kunt zeggen: Wauw, nu kan ik ja. surfen, want ik weet wel dat ik toch terug op die ja. golf terechtkom. Ja. En ik, vind dat, en ik vind dat zo raar dat, dat je merkt dat met, met Luc Wens, was inderdaad bijna één op één. Een gast die enorm bekend wordt door komische figuren te spelen. En wat dat mensen ineens ook na toevallig Matroeskast mm -hmm. en nog een paar dingen niet eens doorhebben. Ja, maar dat is een kaar acteur. Mm -hmm. En dan mag je hem inderdaad ineens binnen in het pretpark. Ja. Ik weet nog niet, ik denk dat ik dat pretpark zo van vaar gezien heb. Zo. Ik denk dat ik er zelfs nog niet eens... Ik, ik droom nog van, van, van brochures. Daar zit ik zo van, Ah amai, dat moet wel tof zijn om daar eens naartoe te gaan maar op ik vakantie. Maar dan de betrachting van mij, wat ik nou echt... En, 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 ik hoop dat ik er soms in, in luk, dat is van... bouwen. pretparkbouw. Nee, dat is een draaddeur knippen en andere mensen binnenlaten. Ah, schoon. Ja. Schoon, vind ik een hele schone ja. metafoor. Dat is, ja. tof, uh, dat is een hele goed. Ja, waarom niet, hè? Ja. Uiteindelijk. Zo van, come on. Ja. En, en ik heb dat meegemaakt met Slissen en César: uh, dat, ik, dat ik echt heb moeten lobbyen voor uh, wie daar Madame Slissen zou spelen. Hè? Vicky Floris, waar ik al jaren mee samen speel in theater. En ze kwamen met namen af en ik zei, mm, ja, mm, ja, maar wat denkt er van Vicky? Maar die kennen we niet. Ja. dat zijn de dingen, ja, die kennen we niet. Maar ik, die ik leer die dan kennen. Ja. En vertrouwt mij, want ik ben er al meer dan twintig jaar mee samen aan het spelen. Dat was mijn eerste productie, los van het Theater, dus ja. dat was de eerste keer dat ik op een andere scène ging staan. Ik zeg, geef het maar Vicky, want dan voel ik mij ook wel goed, en dan voel ik mij ook wel op mijn gemak, en ik weet dat hij gaat deliveren, dat gaat ga, dat ga, dat ga knallen. Ja. Oh, oh, oh. Allee, dus nou Munde, ja, ja, oké, okay, we zullen dan Vicky pakken. En na, daarna, allee, die heeft een fantastische rol gespeeld met zijn en Ongelooflijk. En die is zo, ja, ineens zo bij een hele hoop mensen opgevallen. En dat vind ik, dan ben ik blij en denk ik van, god, maar, ja, ik heb gelobbyd voor iemand en, en die is derden draad mee. Ja, is dat is super, ja, en dat is ook altijd leuk dat je dat kunt doen. Hè. Ik, ik doe dat meestal door dan mensen mee te pakken als voorprogramma bij mijn traaiouders, dat ja. ik leuk vind, ja. die niet bekend zijn, of nog niet, of op de rand van. Ja, ja. Ik heb zo gasten meegepakt, gelijk Jeroen Leenders, de staat, en Thomas Smit, hoewel hij al langer bezig was als mij, maar hè, die was minder bekend bij een grote... Ja, en dan je krijg je die exposure. En die ja. er door van, ja. hé, hey, die is goed. Ja. En dan, hè, en... en zo van die mensen en en hè, zo ook gel mensen gelijk Soe nu, hè, ja, ja. en Soekie. Dus ik, ik denk altijd van ja, als je de kans hebt om die even een platform te geven, zodat meer mensen kunnen zien dat die goed is, is dat ook leuk, hè? dat is tof ja. om te kunnen doen. Ja, omdat je, omdat je dat zelf ook weet wat dat is. Dat je niet daar die draad kunt, of niet on, on die meter. Dat je denkt. Allee, ja. give me dat shot. Zo. Ja. En, en, en dan moet ik eerlijk zeggen dat Jan verrijen heel belangrijk geweest is in, in die. Die, uh, de, die omschakeling, dat, dat, dat scharniermoment, door vermist. Door daar eigenlijk maar te casten in de rol van een, van, een, van een pedofiel. Ja. Uh, maar dat, is wel, hey, dat vind ik niet... Hey, ja, en ook op voorhand, van, zie je dat met zo'n rol? Want hey, dat kan wel aan plakken. Maar dat was zo leuk. In heel die dingen met de Kevin Jansus, die als een soort van uh, good cop. En ik dan zo de pedofiel die je mee moet werken met Kevin Jansus voor een bepaalde uh, uh, zaak op te lossen, dat mm -hmm. er in seizoen 2 en 3 die figuur is teruggekomen. Ja. En dat is echt een soort van scharniermoment geweest. Het is bijna een soort Hannibal lecter achtige rol, dat jij ja. eigenlijk een hele vervelende vindt speelt, maar toch. Ja creëerde bijna sympathie voor dat personage. Wat, ja, zeker dat dat, dat moet samenwerken met de politie dan. Ja. En, en dat je denkt van, ja, wacht even, wacht. wacht. Ja. Heel raar. Dat is zo de, um, hoe zeggen ze, de center of good, hè? Zo dat de restaurant nog slechter is. Ja. Zo. ja. Dat, moet al, dat moet al niet vragen. Zo. Ja. Dat, dat is wel, dat is wel, maar dat is ja. eigenlijk ook een klein beetje... He, iets dat veel mensen vergeten met, met Silence of the Lambs is dat Buffalo Bill de bad guy ja, is, he, In ja. 90% van de film en ja. Ja, helemaal op het einde. Buffalo Bill en die, de, de gevangenisdirecteur. Ja, ja, ja. He, het, is, het is allemaal dat is echt gecreëerd rond die en Hannibal Lecter, dat er allemaal smeerlappen zijn, hè? Ja. dat je zoiets weet, is van, yeah Hannibal, come ja, on, fritte moep. die je ontsnapt, je slaagt er een paar mannen <laughs> dood, je snijdt die in zijn gezicht ja. eraf, dat en, rooting, eigen, en je <laughs> weet, come yeah. on! En dat niet helemaal op tinder zegt, I'm having a good friend for dinner, dat ik denk, yeah. Yeah. Ja, maar op, je denk, je smeerlap. terwijl dat je denkt, dat is misschien een beetje een corrupte gevangenisbewaker, maar dat is geen serial killer, psychopaat, <laughs> nee. kannibaal. Ja. Eigenlijk is Ingenieus, dat raar. Hè? Schreven, hè? Dat, is, ja. dat is geweldig gedaan. Maar de, de, ja, soms, kan dat, soms kun je vergeten, als, als, iemand, als iemand het goed genoeg neerzet, naar wat dat je ziet te kijken. Ja, ja. En wat ik wel heel cool vond, was dat er wel momenten zijn dat het doorschemert. En dat, dat is zo geniaal, aan hoe dat Anthony Hopkins dat speelt. Mm -hmm. Dat vind ik dat moment dat hij een ontsnapt en dat hij zo met die matrak, die gast gasten ja. neerslagen en die blik dat hij dan nee. Dat ja. is zo dood, niks. En Dan heb er zo Dan van er Oh, maar dat is eigenlijk, die is helemaal niet charmant. Ja. Die is niet tof. Er is niks dat ja. je die is iemand dat u kapot maakt. Ja, ja. Als je en er ook niet, niet van wakker ligt. Ja. Dus dat is wel, ja. En, dus Jan Verheijen was voor u. Dat was het moment dat je zegt van nu krijg ik, kan ik die, eens iets anders. Door Jan Verheijen komt dan Jan Elen met de ronde. En komt ja. dan uh, Deadline, waar dan een heel grote reeks was. Um, en ja en dan is het dan hebben de ja dan de, de lidkaart, de, ja. de stempeltjes worden gezet dan en dan ja en dan, ja. dan is het alleen dan daarvoor was het ook leuk maar nu is het nog leuker ja. omdat je na nog meer een groter palet kunt kunt uh, uh. Is dat, dat u, is dat iets dat uw vader ooit geëmpieerd heeft? Om met een serieuzere club nooit. te horen? Nooit, nooit. Hij vond dat ook altijd verschrikkelijk dat ik, da, dat ik er wel mee bezig was. En ja. Dat ik er wel over nadacht. Ja. Nee, nee. Maar dat zal waarschijnlijk zijn ding geweest zijn: dat ze zo hard op zijn eigen hebben ja. gedaan. Ja. Dat je denkt: fuck you, ik heb deze hier opgebouwd ja. en ik moet niet uw. Uh, ik moet je uw niet ja. hebben. Ik heb mijn nageklub. Je hebt letterlijk zijn nagepret parkje he. ja. ja. hey Om niemand die stukken wou spelen, nee. ook niet. Dan, nee. dan doe ik het zelf. Ja. Ja. Dus dat is een heel ander beginsel. Ja. En, 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 ja. maar ik vind dat wel cool. Zo. Ik, bedoel, ik, ben, ik heb altijd uh, ik herinner nog de, de eerste drummer van onze band, de Mark De Blok. Ik was er nu mee over het straat aan het wandelen. En ik weet dat nog, uh, dat is helemaal in het begin van een band. Dat is twaalf jaar geleden of zo, denk ik. En ik ben over het straat aan het wandelen met hem. En haar vader loopt aan de overkant van het straat. En die roept ineens, oh, die nee, een beetje een lichte vorm van Gilles de la Tourette. Dus die roept wat dat hem denkt. Maar dat is soms hilarisch. En soms is dat zo. Ah! En, en die roept op wat je ziet. Ruiter Ridder, en die is zo. Respect jongen, Zodat er Je zegt je vader ook zo beetje van, hey, what the fuck is this? En ik was toen ook totaal nog niet bekend, dus Eddie had niet zoiets van, oh, dus ik leef er gewoon naast. En ik is zo van, what the fuck, zeg. maar ik moest er wel mee lachen, omdat dat was de eerste keer toen hij dat riep dat ik ook dacht, ja, ik snap wat hij bedoelt. Ja. Eh, want echt, Antwerpse theater, ik zit daar um, zelfs als ik, eh, ik, heb, ik heb denk ik in heel mijn leven twee of drie voorstellingen ervan gezien. Eén daarvan was voor de Fokkers een verjaardag. Ja, ja. Dat was jaren geleden, denk ik de Kazakkendraaiers of zoiets. Denk ik. Ja. En nog zo, ik heb er twee of drie gezien. En ik had altijd zoiets daarmee van, van: dat is enorm belangrijk dat dat er is. En omdat ik, omdat ik ook een hele grote fan ben van. Um, Volkstheater. Mm -hmm. Mm -hmm. Van theater dat niet gemokt wordt voor de recensent. Ja, ja. En de mensen die daar allemaal over praten. En, ja, en maar, was... maar gewoon mensen die willen, die willen hè, dat, is, dat is het equivalent van een, een goede entertainende film. Gewoon mm -hmm. een film zien, je lacht, je duwt anderhalf uur of twee uur, je amuseert, je gaat buiten en het was een goede avond. Ja. Ja. En soms pakte meer mee. Maar ja. dat pretendeert niet van, nee. van meer te zijn. Voilà, maar wel heel goed je... in wat dat, dat is. Ja. En dat vind, ik, ja, dat, dat vind ik... heel belangrijk. Dus ik ben... Uh, is dat iets dat jij ook denkt van, uh, met, de, met de Sven de Ridder company? company? Oh god, it sounds <laughs> so cool. <laughs> het is toch ook goed dat dat zo... De Sven de Ridder Company. Ik hoor het de, al benauw. De Ridder, ook al in Engels ooit spreken. Sven Ritter. Ritter. de Ridder. De Sven de Knight. <laughs> ja. Zo, ik moet nu mijn nou, naam veranderen. Dat ja, was vroeger men zou mijn pseudoniem geweest. zijn, Als ik naar Hollywood zou vertrekken, als ik een jaar of elf was. was? Steven Knight. Steven Knight. Oh... <laughs> Michael Knight. Michael Knight. Dat, dat ja, nog ja. beter zo. Ja. Michael Knight. Hallo, Michael. Zo, so, Rider. En ook altijd opkomen met het Knight Rider-thema. Overal <laughs> waar je binnenkomt. Dat is wel cool geweest. Stie, je hebt ook echt nagedacht over een pseudoniem in de Hollandse Als kind, dat is wel, ja, ja. Ja, absoluut. Zal, is dat een ik, droom dat je nog hebt? Is dat iets dat je nog zou willen doen? Dat, is, dat zal altijd een droom blijven. Maar ik geloof in het Christophe Waltz-fenomeen. Uh, Oké. Okay. Ik, ik geloof. Nee, in mijn geval. Uh, geloof ik niet in het van ik kon het en, en ik kon daar die een casting in Noudaander doen en maar er volledig uh, vergoeien. Uh, ja, Steven oh, Knight. De bestanden Night. De, de je bestaat al, je bestaat al, uh, British screenwriter en oh, film van director Lo Lockie. Heb je dat gezien? Nee. Met Tom Hardy? Nee. Wow, is dat goed? Dat moeten zien. Dat is we nog niet, niet gezien? Normaal. No, niet gezien. Dat is alleen Tom Hardy. Ja. Anderhalf uur. Ah, Isa dat... in de Notto. Ja, in de Notto. Jawel, jawel. Ik heb Uf. er van gehoord, maar ik heb dat niet gezien. Ja. Fantastisch. Ja. Alright. Ik ben een grote Tom Hardy fan ja. trouwens. Ik je een onwaarschijnlijk graven vindt. Ja, ja. Dat is ook wel zo'n, dat de moeilijke method actor. Hè? Ja, Want, dat, eh, ja, dat is niet denk, zo mijn ik, ding. Ik, method acting. Nee, bij nee. mij ook niet. Ik heb ook zoiets van doof gewoon. Alleen niet <laughs> dat ik eh, method act, maar ik wil zeggen. Ik ben ook niet iemand dat zo, als ik, uh, als ik op podium moet gaan, eh, ofwel of met een band, ofwel als, als comedian, dat ik er zit van, sorry, ik moet even nee. in mijn rol gaan. Nee. Nee. ik, nee. ik dus, zit nog mopjes aan het tappen. Of, de, of de, nog een sms de, ons verstuur, app en dan kan ja, ik. Dan ja, het ding ja. is, de, de fuck zei dat nog <laughs> tegen me. Die zei, ik weet nog, de eerste keer dat je het sportpaleis <laughs> deed, werd je mega zenuwachtig, hield dag. We konden naar Ben Ann spreken, want je wordt zo hard aan het flippen op dat ding. Die zei, en de derde avond in die reeks. Eh, was ik nog met waar een oezel aan over het over ga je we een intro en ga ze nog altijd aan het lullen. En hier je zegt, Godverdomme, en zo oplopen zo. Ja. He, dat je daar al niet meer mee bezig bent, ja. omdat je weet... Zo, ik, ik vind dat ook... Dat is, dat is een knap dag om omdraait. Ik vind dat ook. Ik, dat is niet iets dat je moet blijven doen, maar ja... Stel, ik, ik hoop dat ik het ooit eens meemaak in mijn leven, maar ik... ik betwijfelend, maar dat je zo'n rol hebt, dat je zo zegt van, oh, ik kan het moeilijk van mij afzetten die rol, ik moet naar de psycholoog daarna. Ja, ja hoopte je dat je dat mee mocht? Ik, ja, zoiets van om dan te kunnen zeggen, ah oh, ja, ze hadden toch allemaal gelijk, al die ja. met Al die zeer Ja, niet. Niet ik weet het niet. Ik weet niet. Ik ben uh, ik, 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 ik snap wel bij sommige mensen, maar ik vind net altijd bij mij, ik, ik, ik word zot van die gewichtigheid hm. daarvan. Dat ik, ik, ik denk, je morne morgen actief. Ik Voilà, it's a job. Ja, it's a job, stop hè? met, dat, met dat, je eigen zo te verheffen boven ja. de normale sterveling. Want wat jij doet is, is zo. Terwijl dat veel van die, pas op, hè, veel van die method actors. We kennen eh, de, de Daniel Day Lewis. Ja, die, die zijn ik wel het, ik het zie Is het geweldig, maar, Layton. Maar, maar ik denk eh. dat hard moet lachen als die een uh, Daniel Day Lewis op de set ook rondloopt. Gelijk als Lincoln. Ja. En wilt aangesproken worden als Mr. President. Dan ja, <laughs> zou ja, ik ja. zoiets hebben van: hey, gast. Ja, ja, zo. Uh, <laughs> Mr. President, <laughs> moeten <je laughs> ook hier met Curry in? Men, of hoe zit dat? Dit? <laughs> hey, I'm not sure. So, so... <laughs> yeah, throw that man in the dungeon. Throw that man! <laughs> de <ge> denkt, gast. <laughs> hier, jongen, Curry ze moeten er... <laughs> ja. Dus, ja, maar dat, ik denk ook wel een klein beetje dat dat, dat dat te maken heeft met ons klein zin. Een beetje. Nee, met het, ons, het ons, zelf relativeren. Ja, het, ook het, het feit dat je zegt: ja, man, zo, wa, 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 hoe goddig ga jij daarna rondlopen, meen je ernaar ja. rondlopen? Meende dat nou? Want dingen is Charlie's The Run bijvoorbeeld. Die, die, hè, dat was een, een heel bekend moment met, met haar en uh, Tom Hardy op Mad Max. Hè die was ook heel de setter, was die mad max en zij was zo Kut, zeg gewoon wat je drinken en die bleef zo ik zit mad max. Je ja, dat, dat had ja, ook zoiets van, <laughs> wat ben je daar voor een lul? Maar duur was hij die kotsmug, Maar hij had er dan wel een brief naar geschreven, achteraf, dat is wel funny. Dat hij zo geschreven had, ja, sorry, ik snap dat, dat is mijn ding en ik doe net zo. Ja. En dat kan best zijn. Dat ik, en dan eindigde het met, but you're still a bitch. En daar moest ik dan wel weer mee lachen. Dat hij zoiets had van, ja... Maar ik vind, dat, uh, ik vind dat wel zeker van die, van die nieuwe generatie acteurs. Dat is onwaarschijnlijk wat voor een waanzinnige presence dat die op een scherm heeft. Ja. He. ja. Dat is, ja dat is, er, de oudere Gardener dat ook, hè? Ja, die wel, maar ik bedoel van de jongere generatie ja, acteurs. Ja. ja. Zo, he, dat je zo, zo nog eens in een net waar je van denkt dat wordt een heavyweight Ja. Dat is zo een ja. waar je van zegt dat wordt een de, 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 de A-list. Ik vond dat heel hard in de, de drop. Uh, dan zie je zo Matthias Schoonhaars, en ik weet dat ik dat aan het zien was, en dat je wel fier bent, met de, hey, mm -hmm, dat is... Je kent die niet, maar dat zie je hem aan ons. He. Dat is ook ja, ja, voetbal, ja, ja. En dan zie uh, je hem, en je speelt fantastisch in die film, en dan komt Tom Hardy eraan, en je speelt je los van het scherm. Ja. En Matthias Schoonhaars is fantastisch. Heb je dat gezien, de drop? Nee, ik heb dat niet ja. gezien. Nog altijd Jawel, niet. Nee. Matthias Schoonhaars is fenomenaal, hè. Die is keigoed, hè. Mm -hmm. En Tom Hardy komt die kamer binnen, en dat is zo... Dat is ja. allemaal nog Dat is gestoord, hè? Of zit ik dat verkeerd in? Nee, nee, maar dat is. Ja. Of is dat, ligt dat. Ik li, denk dat dat aan de film ligt. Ja, ligt dat aan de film? Ja ja, ja, ja. Is dat echt een soort in beeld brengen? Oh, want jij hebt toch dingen ook gezien, die heb ik, ik nog niet gezien. Red Sparrow, maar daarin is je toch nog schijnt fantastisch. Maar dat is nou waanzinnig. Matthias je snapt ja, ja. waarom, snap waarom dat hij wel en vele. Nee, nee, nee. is ongelooflijk. Dus deze, deze klinkt als die. Like die geen compliment geef, maar ik vond het gewoon ongelooflijk hoe dat Tom Hardy op dat moment die kamer binnenkomt en alles pakt. Dus het is meer een vraag eigenlijk: ligt dat onder de film of is dat gewoon een ander niveau? Nog? Is dat nog van de beste, nog een iets beter? Nee, ik, ik, ik zit hier bij op hetzelfde niveau. Ja. Maar ik zit er nog iemand boven zo. Wie dan? Tom Cruise. Ja, de Cruiser. Als, als die in, in beeld komt, dan. Ja, ja maar dat is echt dan. wel waar. En dat is niet. Um, want dat is een goede acteur ook. Ik vind dat dat is een hele goede acteur. In, in een onderschatte acteur. Ja, sowieso. Maar wat dat, dat wel ook nog is er bovenop, dat is een star. Ja. En dat deden met dat veel is... acteurs niet. Nee. goede acteurs en je sterren. Ja. En die gast draagt een hele film. Ik vind wel. Ja. Ik ja. vind ja. dat wel. Dat is. Ja, ik ben ook een mega-fan van The Cruiser. Ja. Blijf er ook een fan van. Dat is zo... Die heeft ook, vooral, die heeft ook heel veel goede films gemaakt. Mm -hmm. En consequent. Heel, heel keuzes gemaakt. Consequent, ook. Ja, ja, ja. ook. Blijf en in het begin van zijn carrière altijd zo, met een hele grootte erneffe, zo met Dustin Hoffman, met Paul Newman. Ja. Zo, echt zo, ja. learn from the best. Ja. Zo. Ik vond dat ook een, een, een dat vond ik ook een hele goede film The Color of Call Money. Color of Money, ja, my. Zeker. die Field. Ja, zeker die scènes als je er zo met die, met die dat, dat hem zo uh, eigenlijk ja dat, dat ding is heel, Paul Newman heel kwaad op hem wordt omdat hem weggeeft hoe goed dat mm -hmm. hem is. Mm -hmm. <laughs> en dat hij zo met een stick van die moves en ja. tonies. En dat hij zo op tinder zo, die, die, die zwarte bal potter, terwijl hij niet aan het kijken is. Ja, en ik heb dat kei <laughs> Dat is echt goed, dat is, ik heb hem nog nooit verteld, maar dat is echt waar. We waren op vakantie, uh, ik was 16 denk ik, met, met, mijn, met mijn familie in Jersey, van de Channel Islands. Nee? En er was een hotel waar wij in zaten en er stond een pooltafel. En dat was helemaal alleen, ging ik naar beneden, s'nachts, als er niemand was. The color of Money spelen. En dan spelen. ging ik ja, spelen. <laughs> en dan so begon that... ik zoiets trickshots <laughs> ja. te doen, en zo met die stok. En ik probeerde ook altijd zo, dat zo goed te kunnen dat ik zo blind die zwarte bal kon potten. <laughs> en dat begon te lukken. Zo, en ik, ik, oh my, ik geloofde echt in mijn nagekomen. Ja, ja, ja. En dat was echt helemaal die scène in mijn kap dat ik kan doen. was. Zalig. Dat was niemand bij. Want dan <laughs> weet iedereen het. Maar dat is wel, wel funny, ja. Dus ik, ja, ik, blijf, uh, ik blijf ook een grote Tom Cruise fan. Is dat voor jou de absolute nummer één? Dat is voor mij de absolute nummer één. Ja, ja, ja dat is. Ja. Ik Charisma drupt van. Ik, ik ken iemand die uh, een heel klein scèntje mee meegespeeld gespeeld Alleen ik ken eigenlijk uh, de vrouw, mm -hmm. vriendin van, van, van die acteur. En uh, die zei van ja, die kwam op een repetitie voor die scène. En Tom Cruise was er al van, van half zes morgens. Was al zijn om tien leven een vuurbranden en een workout aan dit en dat. Maar dat was een, dat was een, een, een heftige scène uh, fysiek. Dus die kwam er al. Twee uur later, terwijl die Cruise al twee uur bezig was, en die zei: ik voelde gewoon heel die kamer. Die zat vol met energie van die mengs. Dat was één en al energie. Iel een dag doorgegaan, heel een dag gerepeteerd, tot de een man gebleven. Eerlijk, ik kunt niet ja, maar zes, zes, ja, enorm veel respect hebben voor die gast die, die workaholic uh, idioot waarschijnlijk voor zijn voor zijn vak dat is maar een Dynamo ook he, ja. die gast, want, want ik vind dat ook zo waanzinnig dat je nu begint te zien dat hem een paar jaarjes ouder worden. Nu nu pas zo, zo van <laughs> je ziet er niet meer 30 uit nee, na nee, ja. na zit dus zo begin 40. Ja die gast denkt tegen dat hij 70 is, gaat hij er zo so vlotjes 47 het zien of zo. Dat is waanzin. Er zijn nog altijd zo zo film zet hij zo geen t-shirt aan heeft. en ik denk, in mijn beste dagen heb ik er nooit gezien. Ja, dat is echt, dat, dat, ja, is, dat is, denk dat ik, is, dedication tot in de dat is fantastisch, hoogste hè? graad. Ja, ik, ja dat, is, dat is een grave vind. man. Tom, de ding is ook, Top Gun, dat blijft ook nog altijd. En er komt een tweede na, hè. Ja. Dat is een ontdraaien, hè. Ja, is hij? Is die echt het... Hij is al in dat stadium. Een week geleden, de eerste draaidag. Ja. ja. En uh, hij doet... Oh, top Gun Maverick. Ja. Oké. Okay, cool. ja, en hij is na de instructeur, hè. I feel the need, the need for speed. Man, daar zitten toch ook scènes in, man. Oh. Die zijn, ik onlangs nog eens terugzien, Als ze zo, zo een reissue even deden, zo een Top Gun terug in de cinema. Dan ja. denk ik, die gewoon zien terug met mijn zuin. en ja, nou, dat is echt nee, dat is slider. You stink. Die <laughs> ja, zo deze doos. Ja. Zo, daar moest ik ook zo hard mee lachen. Er zitten zoveel van die, van die lines in. Ik had ook naar Maat, die was zo mega geobsedeerd door, door Top Gun vroeger. Uh, Gwin, als je het ziet, god over uit. Je heette Gwyn, zotte naam. Een, een, een jongen, een, een, een maat van mij toen ik opgroeide. En die had net een, 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 een zo'n pilotenvest altijd aan. En altijd zo van die Aviator ja, ja. Mirror Shades. Ja. Ja. En die heeft ooit letterlijk een scène nagedaan met een kwaaie buurman. Wij zaten altijd op een speeltuntje, zowel lawaai te maken. Zo, en dan kwamen er zo uit die appartementsblokken. In, op de of vlaan iemand naar beneden. Is dat nou gedaan met dat lawaai? En die zet zo op zo'n... Die heeft net zo'n motto... En die wou vertrekken, juist toen die, die event eraan kwam. En die event begint. Zee, En je deed zo. Brruh, brruh. En die zo. Sorry, ik hoor haar niet. En wij hem <laughs> <laughs> Wel een held. Hij heeft Tom Cruise gedaan. En dat was voor hem, denk ik, nog altijd een moment waar hij af en toe nog aan terugkwam. Ja, ja, ja. ja. Of wel toen, toen was ik. Toen was ik even Maverick. Ja. Ja, ik was toen een grote fan van Iceman. Val ik Kilmer. Was een Val Kilmer. Ja, Doe ik mee terug Val in Kilmer de film. Van... Oh, terug? Ja, ja, ja. Tom Kazanski ja. Dat weet ik nog, The Iceman. Ja, ice je man. deed zo dat soort ding met die biek zo, dat hij de hele tijd ja. door zijn vingers liet gaan en zo. zo op de... En zo lachen en... Het ja. te gaan lachen. En ook, ook, ook die onwaarschijnlijke gaye scène in de... In die de de... volleybal! Ja! De, wat is dat? Ja, ja! En dan dat ge... leken ook. Play it with the boys! Ja. En je zit er zo echt nog te zien van, really? Ja, deze... Oh, ja, man! Maar, je een er ook, die Slider, die, die is een... Die is een... Eh, die is een Rick Rossovich. Rick Rossovich. Wat een figuur ook, man. Maar ik heb dat, ik heb dat toen niet gezien. Duur, zijn. ik was toen 12, 12 jaar mee Top Gun ja. en het is pas daarna dat Tarantino die analyse doet ja, in, in What uh, Sleep With ja, Me die, ja, ja. Ja. dat je dit van ja en als ik dat daar terugzeg die ja. scène dan dacht ik ja het is ook zo op een bepaald moment komen die uit een douche en dan staat Val Kilmer tegen de muur zo met zijn armen achter de, zijn rug in de meest geile pose <laughs> dat je kunt inbeelden en dan zegt hij you're dangerous Maverick en dan doet hij nader zo dan ja. doen die zo dat ding, maar dat is zo mega-weird. <laughs> maar als je dat zit te zien, dan denk Ja, hier, hier, hier. hier. Ja. De scène. Met al dat muziekje erbij. Ja, is en de slow-mo-jumps. Fucking... <laughs> ja. Ja. Zie, 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 zie. Deze, deze is volgens mij ook zo... Als je gay bent, is deze de, een van de graafste scènes <laughs> uit de jaren tachtig. Ja. Dat zijn allemaal onwaarschijnlijk schone mannen die, die er waar stonden te zweten en te volleyballen. Ook deze, ja, te goed. Want op een bepaald moment weet ik dat je slider een opslag doet, maar dan doet hij eerst zo'n soort bodybuilder pose, en dan doet hij die, die een opslag. Zo, dat is, dat is onwaarschijnlijk. Tom Cruise ziet er trouwens nu nog altijd nog zo uit, ja, ja. terwijl Val Kilmer... <laughs> ja, dat is iets... Ik denk dat die het terug op dieet is moeten gaan ik voor die wel, Ik denk het wel, ik denk het wel, En dan deze natuurlijk, die een high five, low five ja, combinatie. Dat, zo... dat hadden we ook nog nooit gezien. <laughs> ja, nee. Dat begonnen wij ook te doen. Dat je zo denkt, waarom... Dat heeft niet lang geduurd, gelukkig, maar... Dat is zo... uh, Anthony Edwards, ah, he, die had, uh, Goose speelde. Ja, Goose. Goose. Speelder, ja. Take me to bed or lose me forever. Dat yeah. ding is. Uh, <laughs> Meg Ryan. Ryan. Ja, ja, ja. Dat weet ik ook nog. En dat is ook, ook zo'n moment. Hè. Dat is als Goose Doos toch? Kijk altijd dat. Kijk ook, dat <laughs> ja. vind ik ook nog altijd ja. niet leuk. Dat nee. kan ik nog altijd nog zien. En ja. denk ik, dat is een beetje hetzelfde. Dat ik ook altijd heb. Met, uh, nog een van mijn favoriete films. uit ja, de Late jaren tachtig, denk ik. Um, Roadhouse. Sam Elliot en Patrick Swayze. Waar Sam Elliott doodgaat. Dat Elliott ja, ja, ja. Ja, das das is bij mij ook <laughs> altijd zo. Ah, yeah. oh, Wade Garrett. Yeah, eh? yeah. Nee, nee, waarom? <laughs> ja, <coughs> er die, die komen ook een aantal van de beste lines aller ja. tijden in die film. Wat is er in weer Dat je zegt van... Uh, so where are you working now? En die is zo... Oh, it's a place that has a sign on the toilet door that says... Don't eat the big white mint. <laughs> zo, <laughs> er zitten zo echt van die fantastische one-liners in. Zo'n goede film is het ook, man. Roadhouse. I used to fuck guys like you in prison. Zo, echt zo van die onwaarschijnlijke dingen. 87, 80, denk ik. is Jörgen al te beginnen? Ja. Of een. Nee, want die is nog Dirty Dancing en dan had The Roadhouse. Ja. 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 ja, Dirty Dancing was eerst. Dat is ook een film dat mijn vader trouwens ook. Snap ik? Als je vond. Pretty Woman opnoemt, snap ja. ik dat dat te er... ja. Ja. ja, maar dat is, ja, ja. Dat is echt ja. in die line. Ja, ja. Ja. Daar moest ik altijd zo hard mee lachen met die. Met die uh... Die, die making-of, dat ze daar ooit van is me laten zien. Uh, 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 op TV toen, uh, voor DVD, dat je ja. zo al die making-of's erbij kreeg. En dan was het, uh, um, is het uh, ding: Patrick Swayze, die moet die, de line: Nobody puts baby in, in the corner. corner. Moet zeggen. Maar die net dat 47 keer moeten doen, want je kreeg dat niet over zijn lippen. Je vond dat zelf zo'n belachelijke zin dat hij je dat altijd in de lach schoot. Maar dat begint met dat hij nog die tafel wandelt en zegt. Nobody puts baby in the core. En je begint al zo, maar op den duur, na take 37, wandelt hij naar die tafel en je ziet iedereen om die tafel al zo... <laughs> ja. Je ziet dan iedereen zijn kop, zo van... Zijn dat momenten dat je het het gat. Zo van die, we kunnen allemaal onze lach niet in. Ja. of het gaat echt niet. Ja, ja en dat, 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 dat ze kwaad worden hè en dat ja, je ja, ja. van, dat, je kunt er echt niet aan doen, dan moet even van de set. En dan terugkomen en zo ja. Dat is zeker uh, als er een taartsdruk, meestal is dat dan zo. Meestal is dat dan ook zo. Ik heb het meegemaakt met Koen De Bouw en Werner De Smet uh, met dossier K. En dat was een nachtscène. En ik moet komen al gewandeld. Uh, ik ben de, de concierge van dat van, van doerenkot. En ze moeten gewoon twee zinnen tegen mij zeggen. En er is een laak like ook uh, dat, er, dat er ligt op een brancard. En het is licht ontworren. En de Jan Verheyen is zo van, we moeten dat shot nog hebben, we moeten dat shot nog hebben. Maar dat gaat heel morgens, hè? Van donker naar licht. Dat is echt zo. Je ziet die wolken zo, en dat was op de Dam. En elke keer, ja, in de lach scheten. De konen en de bernen, en dan ook smerlappen zo, van hè, ja. Nog een beetje baarden zo, om maar te laten lachen. En dat was echt op het randje van, van dat de Jan echt kwaad weer. Ja. Dat is ook gebeurd, dat is, dat is de beste making-of van een film dat ik, ik ooit gezien heb, denk ik. Dat is van... Uh... The usual suspect. Met die een Denneer, die je nooit gezien het, maar dan, maar dan uh, die een document, allee, die making ja. off daarvan, die waren ook eh, Kevin Pollak bijvoorbeeld en uh, een van die Baldwin, Stephen, Will, Stephen, 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 yeah. Stephen Baldwin, die konden elkaar niet uitstaan, ah, maar die een... liegen daar niet over ook. Okay. Dus eh, want Kevin Pollak zegt op een bepaald moment, oh man, kwam die er binnen, met zijn leren broek, ik weet dat van wie uh, yeah. hey, ze gaar en zo daar, en dan die die Kevin. En die andere dan, die Steven Baldwin, zo, oh, daar. Ezo. Ja, ja, hij kon er weer niet mee lachen, de komiek. Maar die hadden echt beef, uh. die konden elkaar niet hebben. er is een bepaald moment in die film, ja, de, beke de bekendste scène, dat die allemaal op en reis stonden. Ah, maar met die scheiden? Was er een scheid? Ja, iemand liet een scheid, Ja, die konden niet meer van het lachen, ja, in ieder ja. geval. Maar dat stopte niet. Ja. En die hebben dat ook niet kunnen filmen zonder dat er iemand in de lach geschoten is. Ja, maar het is. zit er je ook ziet een het ook beetje in he? ja. Het zit er ook in. Dat die dan zo allemaal die je zin moeten zeggen. Ik geloof give, dat er iemand een scheet leed in die ruimte. En yeah. en dat, 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 dat. Ja. <laughs> Want dat is zo goed, dat je ook zo die Brian Singer, zo, come on guys, dat je <laughs> ja. dat zo hoort. En dan zo, allee, take so veel En dan zo, give me the keys, you cock En dan zie je zo iemand zo, zo, en allemaal, die houden dat niet vol. Ja. Het beste vind ik ook... Dat is zo Kevin Palk die je vertelt over, um, over uh, Benicio del Toro. Die je koos om onverstaanbaar te spreken. <laughs> he, dus die heel een hele tijd zo, What En zo, dat, he, zo dat. En dan zegt hij zegt zo van ja, Gabriel Byrne, die wordt op den deur kwaad en je zegt, ja, ik verstaan hem die niet. He? En hij zegt ja, vraag dat dan gewoon nog eens. Als ja. je die niet verstaat, dat je dat moet uitleggen. Aan je, zo, zo. What? He, zo, want dat is een Eh Freddie, zo. What? dat die je dat echt doet. in de <laughs> als je die film dan terugziet, yeah. dan doe ik deur van. Dat is niet alleen Kago geacteerd, dat is echt want die yeah, yeah. nee, werkt echt op die is een zenuw. dat je die, die niet verstaat. En beste dus is Kevin Pollock, die zegt: "Ja, yeah, we were like on the set and he was doing this and we were like looking at each other. What what is this guy doing?" And then we saw the movie and the motherfucker steals every scene yeah. he's in. En dat heb dat is ik ook echt... al dikwijls gehad, hè? dat je zo denkt van... mij ja, vind d een dag goed? Oké, okay, goed, het zal wel. En ja. dat je daarna het resultaat zet en je denkt, ah ja, ja. Goed, goed. Zelf, met dingen dat je zelf gedaan hebt? Nee, nee, dat je andere anderen... mensen ja. op een set, dat je denkt van... Mm, en en met, dan, met, met, met wat dat dat, bijvoorbeeld? Kan, kan ik dat niet direct... Maar ik heb het al eens meegemaakt, dat, dat je zegt van... Uh, wat een rare naampak is ja. deze, of... Ik zou dat toch niet zo doen, maar... Ja. En dat je dan daarna zegt, ja, het is wel goed. Ja. Zeg Sven, ik bedoel, je bent zelf een mega filmfreak. Je hebt een eigen podcast. Ja, Gremlin Strike, Strike Back. Back. hem. bouw ik, it it over me. Wou, ik <laughs> het nog over hem? Relax, <laughs> dat ging er nog aankomen, maar inderdaad. Maar uh, uh, do, je, is dat iets? Want je zegt een zoon van een theatermaker, is dat die liefde voor film meegekregen? Of is dat iets? Want vaak, soms is dat dan, dan iemand in een klassieke opleiding dat dan film zoiets. Ah, ja, nee. nee want, want zowel moeder als vader als mijn zuster uh, hebben met mij heel veel in de cinema gegaan, mijn is ook. Dus er was wel een grote voorleefde voor cinema bij ons thuis. Absoluut. En zeker in mijn jeugd, uh, waar We worden ook de eerste van het straat in een beta -max hadden. Ah, uh, golly wordt de D. Ja. ja. <laughs> maar we nee, hadden nee, ook allemaal zo'n maat in die natta En dan gingen we Hielde, er ja, allemaal in is... voor een film Hielde te buurt. zien ja, Hielde Hielde ja, ja. Als, de, als de James Bond allemaal uh, die, diezelfde keften van Warner, video, als die uitkwamen, oh, daar waren we echt elke week ja, uit heb ik een jazzbank. Ja. En nef van ons was een videotheek, ook. Ja? Dus we, repetitie... waar, waar, waar woonde jij? In de de borsbeek. Gij? Okay. borsbeek. Dus En, en het repetitie-kot, waar mijn zuster dan met haar, met haar man boven woonde, was mm -hmm. ook in Borsbeek. En daar nef was een videotheek. Ja. Dus dat was echt, ja, dat was binnen en buiten lopen, elke, elke dag, elke dag naar de videotheek. Zalig. Ja. ja. Er was ook nog een, een, een periode dat als er een nieuwe film uitkwam dat je de rabbi moest zien of die je was weg. Ja, echt het kortje was weg. Hè. Ja, en dat je zo Godverdoemen, he. Ja, en dan dus, verstopte denk ik soms die week al voor de volgende week ja. de kortjes bij andere films. Dan stek ik die erachter van. Ik weet, okay, die film moet ik volgende week zien. Dus die stek bij een andere film. Eeuw, ik heb heel veel dingen. Ja, maar jongen, oude klootzaks gezegd. Dat er bij ons in de videotheek ook zo weer. En het was ik, ik niet. Zo ingenieus was ik niet. Maar wel graaf. Want ik, ik heb zelfs vroeger. Uh, want videotheken, dat is eigenlijk ook zo een, ja, tuurlijk, nu gaan we weer al, nu, nu snap ik nostalgie, nostalgie wel, hè. Ja, ja, ja. ja, snap ik het wel je me, me wel te pakken hè, want ik zei er straks in die nostalgisch en ga je hier een voorbeeld na voorbeeld op tafel dat ik denk, daar kijk ik toch soms ook nog eens op ja. terug, van ah, zo, dat waren toch ook van die magische uren, magische plekken zo uren rondlopen, dat was bijvoorbeeld in de, in de GB in Bursbeek, was ook een videotheek ja. en dat, was, dat stond zo de, zo rixkes, serians, uren heb ik daar rondgelopen, uren ontzien dat de kaften, de kaften van, het is zo, zo belangrijk de kaften. die goeie, die kaften van de jaren ja. tachtig met, met die met die leugens van tekeningen. Ja. Op. Oh, echt? Ja. Zo, ik je zo echt in haar en denkt Oh, En je draait dat doek en je zegt om de foto's al van die en mij hier weer, van kloten. Ja. Maar dat, dat, dat was allemaal niet juist. Nee, dat was nee, geen nee. tekendoek, ja. Dat was tof. En er stonden ook computers. De eerste computers stonden er dan ook zo neffen. En als je dan Wargames wordt gaan huren, dan kon ik gelijk als de ga met jouw, met jouw keu Matthew Broderick. Ging ja. ik daar echt aan die computer zitten, want je kon daar zo wat op tokkelen om te voelen wat is een computer. Hè. Ja. En dan ik denk ik altijd zien. Yeah, so you want to play a game? En dan hopend dat je computer antwoordt. En dan, yes. how about global thermonuclear war? Midden van de GB. war games. Break zalig. into the Pentagon computer, double click on <laughs> yes. <laughs> <laughs> dat vind ik zo goed van die is art. Die, die dingen in films die allemaal zo gemakkelijk <laughs> ja. zijn. Als je dient echt doet, Dan is dat heel de hele tijd, Dat marcheert er niks. Dat is fantastisch. Ja, maar dat waren zo... Ja, dat is zot, hè? Dat je dat, En dat, dat is wel... gevoeld voelt wel heel hard uh, in films en reeksen met Stranger Things en dat soort dat dingen... Het is nee? nostalgie zo... gelijk like als in hard... de 80s, de jaren 50, een soort van nostalgie met Met ja. Back to the Future, ja. Peggy Who Got Married en de jaren, ja. jaren 50. Is dat nu zo? Ja. Jaren 80? Dat is eigenlijk zot dat je dat zegt, want dat is waar. dat het ik eigenlijk nooit niet bij ja. stilgestaan. Maar je inderdaad zo heel die, heel die liefde met... Dat. Ik ja. weet ook nog dat je uh, uh, opgroeiend... Als tiener in de, in de jaren tachtig, dat er ook met muziek enorm hard gedweept werd met de sixties en vroege seventies. Dingen gelijk The Doors en Jimi Hendrix dat en zo. Dat, 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 dat je daar was, allemaal ja, the zat: doors, the doors, Ja, zo, dat dat, was zo, dat zo, ja. Zo de that, that bands waren waar dat je naar luisterde En zeker niet waar dat er op dat moment populair ja, was. Ja. He, zo, als je je moest afzetten tegen de gevestigde ja. orde, dan was het ofwel dat ofwel punk of zo, wat ook een heel jaren zeventig fenomeen ja. was. De jaren tachtig ook nog wel, maar anders dan. Dan was dat al veranderd. en had dat al een andere teneur. Dus het is wel, ja, dat is zo zot dat je toch altijd ziet dat je zo. Uh, toch altijd jo, dat een paar is... decennia overslaagt en dat dan dingen. Want nu, nu beginnen de 90 op te komen. Hè? Ja, 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 dat, dat voelde heel hard. Hè? Ja. 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 Maar dat is ook logisch, omdat die mensen die nu. Uh, de 90s die beginnen na nou met kinderen en met dit en met dat. En, en, die settelen en die hebben een heimweh nog vroeger. Ja. En, en ja, dat ja. komt altijd terug, hè? Ja, dat is juist. En de 80s mannen beginnen na echt oud te worden. Die beginnen, die beginnen last te krijgen van nostalgie. Ja, die beginnen last te krijgen van nostalgie en pijnlijke heupen. Wel cool. Maar jij hebt ook, ook een podcast over film Gremlins Strike Back. Goeie ja. titel, trouwens. Ja. Goeie titel. combinatie van twee goede films, hè. Gremlins en The Empire, Empire Strikes, Strikes Back. De ja. beste Star Wars. De beste. Laten we het ja. daar Absolute. roerend over eens zijn. Ja, geregisseerd door Irvin Kershner. Ja, inderdaad. Vooral niet door George Lucas. Nee. Want dat is, uh, dat is. Ja, dat blijft ook zo'n mijlpaal voor mij. Dat is ook zo'n van die films. De Empire. Ja. Dat zal wel zijn. Het eerste keer dat ik ja. die zag, dat was denk ik ook in een reissue. Ook rond de periode van 83, 84. Ik heb die nog gezien. Nee, ik denk dat ik die vroeger heb gezien. Vroeger dan Daniel Frankenstein. In de Rubus. En dat was ze van: Wa is deze? Ik was totaal niet mee met die eerste film. Allee, daar mm -hmm. had ik niks van opgevangen. Maar het speelgoed mm -hmm. op de speelpluts heeft mij naar Star Wars gedreven. Er waren kinderen die, we die, waren dan Lucky basters, die hadden zo al dat speelgoed, oh, oh, wat is dat? En uh, ik ruilde dat dan met andere dingen en dan kwam er een dag maar ik mag dat niet ruilen van mijn papa, ja, te laat, ja, ja. <laughs> die wampa <laughs> is van mij, sorry. You're never seeing that again! <laughs> <laughs> en dan door dat speelgoed naar die Empire Strikes gegaan en dan zelfs zo van, wat een wereld is deze, ja. ongelooflijk, zelfs speelgoed gaan kopen. De Star Wars poppetjes, daar was bij mij ook... Uh, uh, daar deed ik alles voor. Ja. Zo van, uh, jobjes thuis opruimen, dit, dat. Ja, maak ik dan een Star Wars poppetje? Prostitutie ja. in het stadspark. Direct, alles, ja. alles, alles. 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 Hebben we ervoor gedaan. Alles voor, voor die Boba Fett. Voor die Boba <laughs> Fett. Ja, ik wist dat je dat ging zeggen. Boba <laughs> Fett. Die smerlap man. Want die moesten, moesten kortjes voor het knippen ja. en dan moesten dat opsturen ja, ja. en dan ja. kreeg je die en het toegestuurd. ziet gelijk dat, dat like die survival kit van Dagobah. Daar moesten ook kortjes voor opsturen. Die survival kit wel, maar voor die Baba Boba Fett niet, naast nee. Paard natuurlijk, want ja. die had nog die dingen dat eruit schoten. Ja, en daar waren er niet veel van gemokt. Nee. Dus dan heb je waarschijnlijk een klein die in zijn oog gehad en dan hebben ze gezegd, oei, ja. dat mag je er niet meer uitschieten. Ja, dat is juist, want dat is, uh, dat is, een, heel, uh, dat is een heel leuk... Um programma op Netflix het al gezien de toys, The toys that made that made us. Nee, dat mei Dat zal wel zijn fantastisch dat is kleerkleur ik, ik ben vond ben. dat fantastisch <laughs> dat ze in begin zo met die eerste acht popkets van Star Wars dat die ene zo voor die voor die een, die een Jawa ja. Dat je zo'n stuk van zo'n sok had afgeknipt ja. voor dat pakje te maken, omdat je geen, 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 geen bruin uh, Zal, stukje, ik... stukje doek had om dat te, rond te doen. En dan laten ze dat beeld ook zien, dat dat echt zo met die ribbels van en, maar, in een sok zo... En dan ik altijd denken aan mijn kinderen die nog altijd met mij Star Wars spelen of gespeeld ja. hebben. En die... Die gingen die bij elkaar aan doen. Ja. weet ik, ik zat hè. Ja. Weet ik, ik zat. Nee, nee. Ja, dat kon Zo, ik ook niet. Jo, het klikken van Jawa aan doen. Nee, 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 dat, nee, dat nee. gaat niet. Dat gaat niet. Dat <laughs> niet. Maar dus ik heb op... al mijn Star Wars nog van vrijdag. Ja, dat allemaal. Ja, nog? Ja, ja. Ik denk dat ik nog een heel deel ervan heb liggen in de kelder van ons man, want ik heb ook, ik heb ook nog uh, de Millennium Falcon ja. in hem, ik ook gehad. Ja. Dat weet ik nog. Wie dat is ook gedacht dat had, wie Dat gedacht dat, dat er een escape pod zou in zitten. zeg? de eerste stuk. Ja, 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 ja. weten we nu en ons Solo. En ik dacht ook heel de tijd, hè, die voorkant, wat is daar, ja. wat is daar. En vooral dat hij ook nooit de moeite heeft gedaan om er terug een neven aan te plakken. <laughs> dat je zo weet, oh, zo, dat ziet er eigenlijk beter uit. Zo. Ja. Dat, vond ik, dat vond ik wel een heel mooi moment in, uh, in dingen. In, um... Solo? Nee, niet in solo. In, uh, hoe heet hem nou weer? Allee, The Force Awakens. Dat die zo aan het lopen zijn naar een ruimteschip en dat je zegt ah oh, about that one? No, that one's garbage. En je ziet dat nog niet. Ja. En dan blaast dat die een ruimteschip op en die draaien hun nu naar en dat is de Millennium Falcon. Ja. Ja. Dat vond ik ook... the Awakens is ook zo'n film dat ik een paar keer zo... Zo'n ja. tranen met de wegbreken. Ja. Dat vond ik, ik vond... nog nou leuke. Ja. ja. Dat, dat klopte. Ja. ja. Dat was hem. Van een vibe was dat... Uh... Dat had een andere minder. Hè. Ja, ik vond dat ook. De Last Jedi, vervolg. wat vond jij daarvan? Ik moet die nog eens terugzien, maar ik was daar echt... Uh... Nee, ik was er ook niet, nee, er ook nee, niet nee, heel gelukkig nee, 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 mee. Nee, nee. Daar zitten gewoon nee. een aantal dingen in die irritant zijn. Ja, die casino scènes, verschrikkelijk. Die, 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 die de leuke dingen wel uh, overstijgen. Ja. Ja, ja die casino scènes kreeg heel erg terug een gevoel van die, van die ja. prequels ja. van, van Zo, die George Lucas. Ja, vreselijke dat prequels, dat ik denk, oh nee, het doet dat niet. En wat vinden van Caravan of Courage? En The Battle for Endor. Oh man, dat zijn zo die, die Ewoks-films. Ja. Nee, um, ik heb die, die, die wel okay, gezien, dus heel lang geleden. Dat was wel oké. Okay. Zijn... Ik kon er wel mee lezen. Dat zijn goede instappers voor de kindjes. Ja, dat is een beetje ja. gelijk die een ding is. Je, je doet zo'n Star Wars Christmas special. Ja. Gaat, waar <laughs> zo de Wookie's no. gegijzeld worden ja. door, door, door Stormtroopers. Ja. Ook zo Kajan. Je ziet ook dat budget van geen klote zo. Nee. Maar ze hebben dat dan toch. Ja, ik weet nog dat ik dat. Ik denk dat dat zelfs het allereerste is dat ik gezien heb. Op tv. En dan de, de, na... de, de Muppet Show-aflevering? Ja, met ja. Gonzo als ja. Darth Vader. Ja. Zalig, hè? Ook fantastisch. Ik wou die een ook hemmen, die en Gonzo. <laughs> ik was een grote fan van Gonzo. Ja? Ik, zei, ik heb die uiteindelijk kunnen spelen in de Muppet Movie, ja. wat wel funny was dat ze mij daarvoor vroegen, want ik ik zult dat ooit wel eens laten vallen. Nee, de ik denk het niet. Dat was He? het toch, toch niet. Nee. Ja, is echt... nee, maar dat zijn zo twee dingen waar ik heel blij mee was. Ik, had ook zo, ik heb uh, voor de Batman Lego movie de Joker gedaan. Ja, ja, ja. En dat vond ik. En dat deed de Adrian uh, van den Hoofd, die dat ja. die stemmenregie heeft gedaan voor die film. Die heeft ervoor gestreden. Want die wouden mij niet dat ze zei, die zeiden echt van nee want die in een te zwaar stem en een draad en die is, en die is eh, die is daar die is dit, en je zit en net zo niet die je dat. ik weet dat zeker dat dat, dat, dat een ja. rol is die speciaal voor hem is en ik deed dat en iedereen daar had ze weet ja dat dat niemand anders zo is... kunnen we gedaan hebben. Gelijk dat gaat, dat. Hè. Zijn blaren er nog mensen? Dan... En dan denk ik, ja, inderdaad, dat kan ik ook zeggen tegen de Adrian ja. van uh, Cheers, buddy. Dat is echt wel uh, een hele goede want... Uh... Ja. ja. Wat is dat? Al ja, oh, de Christmas Star Wars special. Holiday Special. Ja. Oh, man. Dat was ook, ook onwaarschijnlijk. Het gaat he? dat Lucas uh, zelf. Oh, al die kopieën. Oh, maar dat is een goede versie, zeg? Ja. Lucas wou kop... dat die kopieën verdwijnen, hè? Ja. Maar dat is niet gelukt. Nee. Nee. Dat is, uh, dat is echt ja. een sitcom bij de Wookiees. Bij de Wookiees, want hey, die is een zo noemde Lumpy, of zo weet ik. weet het nog. Ik vond, dat, ik vond dat toen zo... Dat is ook een kleine dikke noek. Ja, dat is zo... Goh man, wat een, wat een, wat een rare, rare... Die, die stond ook gewoon in een keuken, hè? Ja, ah, wel de sitcom, hè? Dat is ja. zo... Waarschijnlijk nou, ja, toch nog een beetje LSD beslist van rond dat toen, hè? Ja. <laughs> Je hebt, uh, nou, want dat wou ik eigenlijk ook, daar wou ik het nog even over hebben. Ik heb eigenlijk niet naar mijn vragen gekeken. Wat goed is, want dat is allemaal bullshit. Maar deze vond ik wel cool. Uh, je hebt twee uh, dingen gedaan: The Play That Goes Wrong, ja. een stuk ongeluk. En uh, One Man, Two Governors. Dat kon ik binnenkort doen. Ja. Twee, dat is een adaptatie van Britse ja. uh, Tony als is dat iets waar dat jij ook altijd mega into zegt geweest? Zo Britse comedy of Britse. Minder. 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 Voor mij was het echt Amerikaans. Ja. Uh, Americano, all, all the way. Ik moet wel toegeven, als ik. Faulty Towers. Ik zet dat dikwijls te goed met de kinderen ook. Ja. daar lik ik plat mee. Ja. Monty Python, daar lik ik plat mee. Vooral met The Meaning of Life, waar ik de beste film vind van hun. Ja. Ja, ja, dat wel. Maar naar je zegt. Um, um, ik misschien in de jaren tachtig ook, want je had zo'n programma vroeger in de jaren tachtig dat zo de best, de best of british comedy gaf op de, op de VRT. En ja. daar heb ik Ella Smith Jones mee leren kennen, ja. daar heb ik um, uh, die rosse, uh, Jasper Carrot, ook oh, mee, ja. mee, mee, mee leren kennen. Dus dat is allemaal wel... Carrot, Carrot Confidential of zo, weet je, net zo van die... ja. En er dat was een just... compilatie van al die Britse shows. Oh, uh, Kenny Everett. Kenny Everett, Kenny Everett. Nog? Oh. zalig. Maar ja, zo... En die grote, die, 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 die lange... Uh, uh, ja, wie hadden nog allemaal? Ja. Morecambe en Wise hadden... Dat was ook fantastisch. Eric Morecambe en ja. Ernie Wise. Ja, dat is Kenny, Kenny Everett. En dat was altijd voor of na nou Sportweekend. Ja. was dat vroeger. Ja. En zo heb ik dan die Britse humor wel leren kennen. Maar mijn, ja, ik heb het meer voor Chevy Chase uh, of voor Dan Aykroyd, uh, Steve Martin, zo, Saturday Night Live, maar die periode. Ja. Bill Murray, dat is meer mijn. Uh, ja. Ja. Bij mij was dat uh, gedeeltelijk Brits omwille van Engelse vader en heel veel BBC. Mm -hmm. Dus al die mannen, dat jij er op op genoemd ja. was een groot deel van mijn uh, opvoeding. Maar het deel was, ik ben wel ook zeker als comedian dan. Meer beïnvloed door Amerikaanse komieken dan door Britse komieken. Yeah. Bij mij dat zijn mensen gelijk George Carlin, zoals Bill Hicks, Robin Williams, uh, Robin Williams, uh, Richard Pryor, Eddie Murphy. Zo, dat is bij mij de school geweest. Maar ik was ook een grote fan van al die. Yeah. die zijn, Russ <coughs> Holiday. Russ, en Russ door... Howard. Ja. Ja. Of Chris Abbott. Chris Abbott. Chris Abbott. 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 Ja, dat Just. was. Juist. ook en zo. Ja, ja, de Basilden Bond. Ja. Je net zo'n en James Bond. Ja. Bazalden Bond, dat weet ik ja. ook nog. Nou, ik was. Um, dat is nog één ding, misschien dat, omdat jij er straks over bezig wordt. Overal die James Bond-films. Mm -hmm. Maar dat is ook zoiets dat, uh, dat voor mij bijna in mijn DNA zit, denk ja. ik. En mijn vader. Heel funny, um, als je er, ik heb er zo'n paar oude foto's van gezien. En ik herinner me nog als klein kind dat mijn moeder ooit een krantenartikel om mij liet zien met Sean Connery erin. En dat ik als klein kindje zei: Papa, huh. je leek er wel wat op. Right. Pardon. En. Um, het grappige was... Een grappige vent dan? Dat was een schone vent. Uh, ik heb er niks van over geërfd, <laughs> zoals je duidelijk kunt zien. Maar um, die, 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 die droeghoekse van die... Dat was een, een ingenieur en zo. Hè, die net, de, dat was een profvoetballer geweest. Die had zo'n een nacht, een self-made man, zo. Mm -hmm. Hij is afgestudeerd als technisch-tekenaar, gaan werken in ICI, Imperial Chemical Industries. Zo'n groot bedrijf voor iedereen in dat dorp waar hij vandaan kwam, werkte. Dan heeft hij zijn eigen opgewerkt en is hij gedoctoreerd. Dat is zo'n ja, zo self-made zot. Hè? beetje gelijk uw vader, maar op een andere manier. En die, die identificeerde zichzelf enorm hard met James Bond. Nee, want die had dan, dan had hem juist een nieuw kostuum gewoon al, die reed ook rond in een Jaguar en zo, dat was zo'n mega zo die gast die zo op de Mad Men. Zo met een paard ja, en een ja, ja, ja. whisky. Zo. Maar ja, ja. Veel te jong voor een paard vast. Ja, ja. Maar in die handen... Veel te jong voor een jaguar waarschijnlijk. Tuurlijk. Ja. En, die, en die, die zei. Dat is daar dat je dat zegt. Jongs vader, ja. dat was die zijn eerste ding was een jaguar. Na nou, heel die dingen van, van VTM en die successen, hm. dan had hij zoiets van. Ja, een jaguar. Maar die was veel te jong voor in een jaguar te zitten. En de Luc Waans dat ook gehad. Die ja. heeft een jaguar gehad, maar ook veel te jong. Want een jaguar, dat is voor mij dat is een A-mengse. Ja. Two. Ja, toen was dat, he, zeker die E-type, e ja. die net er dertien gaat. Die die sovereign jaar, Sovereign. Ja, ja. So, die, die wisselden elk jaar drie, die je noemt het neefmodel, ja. zo zot was die. Maar die, die vertelde mij, en dat vergeet ik nooit als kind, want het eerste, mijn eerste ervaring met James Bond was de verhalen die mijn vader erover vertelde. Dus niet de film gezien hebben, maar hetgeen net die je vertelde. En dan beeldde ik mij dat in en dan tekende ik er stripverhalen van. Maar die zagen er helemaal anders uit en ja. dat die figuren eruit zouden. Want dan vertelde hij over Dr. No dat hij stalen handen had. Maar dan had hij die zo gemokt met van die kniptangen en weet <laughs> ik wat, nog allemaal. Ik had zo heel andere beelden. En old Job, die met zijn noot gooide, maar dat was dan een Korean. En ik direct zo, dat hij zo'n Chinese noot had, dat die ja, hoed ja, ja, gooide. Ja, geen maar dat was eigenlijk ja, ja. een bollhoed. dat soort dingen. Dus, en ik weet nog dat hij mij vertelde dat hij die, die zijn kennis maakte. Maar mijn vader had ook altijd van die goeie verhalen. Dat was ook een mega film. Freak eigenlijk. En die zei: "Ja, Ik had een nieuw kostuum gekocht en het begon te regenen. En die zei: Ik ben gewoon een cinema binnengewandeld, omdat ik niet wou dat dat een nieuw kostuum nat werd. Dus zei: hebt gewoon een ticket gekocht en op binnen gewandeld. En die zei: Dat was toen nog vol continu ja, rotation. Ik... Je ja. ja. kreeg een tekenfilm, je kreeg het nieuws, je kreeg een B-film, je kreeg een A-film. Letterlijk. Hè? Dat avond, rolde de, de een afvullend filmprogramma. Die ja. zei ook: van, Je wandelde binnen en er hong een, een deken van smoor. Ook want iedereen zat vol een bak te paffen in de cinema. En die zegt: Ik herinner me nog, die zei dat, dat dat lekt. Hij had altijd tegen mij gezegd: Het lekt alsof ik het verzin. maar het is waar. Ik ben gewoon zitten en ik hoor dat. En ik zie dat. dat, tada, dat, boom, dat ding ja, zo. Ja. En je ziet, en die schiet, en dat bloed komt naar beneden. En je net zoiets van: Wat is dat? En dat was Dr. No. Ja. En voor hem was dat. Een van de films waaruit je van zei, daar is het voor mij allemaal niet begonnen. Toch goed, hè? Ja, ja, dat is echt heel graaf dat je zo. En die neet bak meegegeven aan mij, want ik ook. Ik blijf een mega James Bond. Van. En wie is wie is jouw favoriet? Sean Connery. Ja, ja. ja die ja. van hè? Roger Moore. Ik wist het. Ik wist het. <laughs> <laughs> voor hier een andere reden wist ik dat dat ga dat ik ja, dat is En waarom? Dat, omdat dat de eerste die ik mee geconfronteerd zijn geweest. Dat James ja. Bond. Uh, ja. For Your Eyes Only was maar dan eerste een James Bond film. En, en ja, dus voor mij is dat. Ja. Roger Moore. Is dat James Bond? Ja. Wat ja. is uw favoriete Bond-film van alle films? Um, ik heb er. Ja, draai. draai eigenlijk. Okay. Uh, For, cool. For Your Eyes Only, yeah. Octopussy, twee jaar daarna. En uh, den, uh, uh, Skyfall. Ja? Yeah. Ja, dat vind ik als film wauw. Yeah. Ja. En de twee andere is een nostalgie. Ik vond Casino Royale beter. Dan Skyfall. Ja. Ja. Uh, ja. Voor mij was dat. Dat vond ik. Dat was ik terug helemaal nieuw. Ik heb niet Skyfall over. ook twee keer gaan zien in de cinema. ik ja. je zoek over. Oh, man, lang uh. geleden. Dat heb ik, ik ook al. Ja. Ik heb uh, onlangs uh, Age of All uh, Dingen zijn uh, uh, Infinity War voor de tweede keer met hem gaan zien. Ja. Omdat dat hij ik nog niet gezien. Had. Ik dacht ik ook gewoon wel terug mee. Ja. Maar het is lang geleden dat ik dat gedaan heb. Mijn favorieten zijn Dingen uh, from Russia with Love. Denk ik. Dat is één ja. van mijn favorieten. En... Robert Shaw als bad guy. Ja, man, geweldig en met dingen. die horloge. En de telmariters, die. die um, meer punten, meer. Mis... Nee, dat is dingen, zo noemt ze. En niet maar... Lotte 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 ja. Lotte Lenja. Waarom zie je naar nou tel telmariters? Ik weet het niet. Wat ja. is er mis met jou? <laughs> Stop daar eens onmiddellijk mee. <laughs> nee, die vond ik heel graag, ja. En ook zo, dat, dat die stem van Blofeld, dat je dan nog niet weet dat dat mm -hmm. Blofeld is, dat je zo Siamese fighting fish. How stupid creatures. But sometimes <laughs> there is a, an intelligent one. Die ene die zo wacht totdat die twee elkaar yeah, afmaken yeah. en die dan de winnaar, just like Spectre. En dan doet hij zo heel die het met die ring, met die een octopus op en zo. En voor mij was dat zo: wie is die gast? <laughs> Nee, ik weet nog dat ik onwaarschijnlijk teleurgesteld was als dat Donald Pleasant bleek Allee, te zijn. Allee, jong, dat is een Die is mega graaf. Tuurlijk is hij graaf. Maar ik, ik, ik hoorde hem dat hij in die oude Bondfilms was. Oh, was dat, was dat in From te... Russia with Love? Nee, nee, nee. nee, nee. Oh. Dat is. You Only Live Twice. Daar komt hij ja? de eerste keer in. Indie ja, Vulkaan. Dat hij ja. zijn eigen omdraait en dat je dan Dr. Evil eigenlijk <laughs> ja, ziet. Ja, ja. Want dat is eigenlijk hè, waar dat, dat, dat figuur op gebaseerd ja. is. Maar ik denk voor mij: From Russia with Love. Um, voor mij ook Honor, Majesty, Majesty's Secret Service geloof het of niet. Ik vind dat niet de beste band maar ik vind dat misschien wel een van de beste bondfilms. Ja, ik moet die nog eens terugzien, want dat is iemand ja. die heel vaar weg zit. Ja, daar denk dan, dan ik ook altijd aan blijten met dat ende. Als een vrouw dood als zijn vrouw vrouw ja, ja. is. En als ze hem zegt van she's just resting. We have ja. all the time in the world. En ja. dat is bij mij ook altijd direct ja. blijten. Dat vind ik ook altijd zo van. Oh. Daar en kon ik ook... niet mee volgen met die Roger Moore, die ik dan al zeg. Ik denk: Leave a let Die. Dat die zo op een graf bloemen Ja. Van, huh? Ja. <laughs> dat is omdat ik die naartoe ah, ja. niet gezien ja, dat... heb. <laughs> Inderdaad, want daar begint hij mee, zeker. Ja. Ja, is dat Devon Let Die? Van die, die? Think of The Golden nee. Gun? Nee, van... nee, nee, dat nee, is later. Dat is die ene waar dat, waar dat met, met die een helikopter, Blofeld, met nee. die rolstoel nee, in die... Nee, dat is For Your Eyes Only. En daar zit het zeker niet in. Zit dat daar niet in? Nee, nee. Ik dacht dat wel. Ik dacht hij wel, hij ja, dat wel, check dat is. Volgens mij heb ik gelijk. Is het vlak na nou de B? Dus, dus de... Nee, ik denk het niet. Je ah, nee, hebt veel... nog denk... een Thunderball ertussen. Hè? Wacht, hè? nee, ding is, uh, Diamonds are Forever. Of Diamonds are Forever, goeie. dat goeie. is ook een goede <laughs> Man, allemaal graven. veel Skyfall van Koek wel supers. Hè? En, o, en o, ding uh, ding is... Albert Finney er nog in op tanden. Wat ik een van de beste scènes vind met Roger Moore is dat ze zo. Dat is ook denk ik for Your Eyes Only. Dat is... Uh, dat is met dingen. dat hem, Dat hij dat zo ja. baardig aan van het botst. En, 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 dat, en dat hij zo zegt... Love a little ride to the country, don't you? Zo, zo, dat, dat flegmatieke. Dat zo, altijd zijn nagen ja. er een hol van aantrekken. Van of zo... You missed, Mr. Bond. Did I? En dat er dan zo'n gast is die een boom valt. Met een moonreker. Ja. Met, met, met dat klaar Dat hij ja, 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 zo en dan zo you missed did I en dan valt er in zo'n gasten op Dat, <laughs> dat was een humor wel in uh, met Roger Moore ja en dat had Sean Connery minder maar ook wel zo, want als je die oude films terug ziet dan merkt wel die had meer zo de de hoe zeg je dat de kwinkslag. ja ik denk dat got the punt heeft. Die, die Dalton is ook een goede fijn. Dat is CAGO. Dat zijn is, harde James ja, Bond. Ja. Ja. ja, en de dingen zijn. Uh, ik weet nog dat toen The Living Daylights uitkwam en ik ze zag gewoon zien, ja. ik was, er echt, dat was zo recht. Wow, wat een graven James Bond ja. is dat. Ja. En het enige dat hij, waarom dat ik Sean Connery de beste vind, is omdat ik die zowel geloof als de, de versierder, als, als de killer. Dat deed Daniel Craig ook wel, vind ik. Ja, absoluut. Maar Daniel Craig heeft dan weer een grotere serieus dan dat... Ik heb, ik heb meer het gevoel dat, dat Sean is... Connery het ook leuk vond om James Bond te zijn. Ja, Allee, maar dat niet dat je... altijd wel, best, hè? Nee. Het Nee, maar ik bedoel als... Financieel dan, fi... Nee, als figuur bedoel <laughs> ja. ik. Als hoe hem het speelt. Dat hij zijn leven wel cool vindt. Ja, ja. ja dat ja, ja, zo'n ja, gast dat je... is dat ze weet, zei van... Bah, zo vaak waar, waar ja, ja, genieten versieren Daniel waar. Craig niet is getormenteerd die is getormenteerd ja, ja. die neigt heel moeilijk met het feit dat hem doet wat dat hem ja, moet doen hè? Ja. want dat is ook een heel schoon scène en in het begin van, van Casino Royale als die zo die gast verdrinkt in, in die in die die boombak, ja. en dat hij zegt van uh, it was your first kill he made you feel it didn't he but I have to assure you It gets, en dan schiet hem die zo af en dan zegt hij zo, yes, considerably. Zo, het wordt echt een <laughs> pak gemakkelijker. <laughs> hey, hey. En dat is wel, ja, dat vond ik wel heel cool of zo Dat je zo voelt van, dat je die als een menselijkheid ja. ook wel krijgt. Is dat die met die achtervolging, met die free-running? Ja, die, die kraan? Ja. Dat is ook waanzin, hè ja. Dat is de openings, ja. dat is een van de openings zijn. Dat zit al nog te zien van, toen had ik al deur van, ja, deze is wel next level James ja. Bond is. En ja, wie denkt dat er nu de nieuwe zou nee, moeten hij zijn? Hij gaat er nog hier een... ja, Ik weet dat hem dat er nog, nog ene doet, maar ja. daarna nou, gaan we het sowieso, denk ik, iemand anders. Ik zou heel eerder Tom Hiddleston hebben. Ja? Ja. Heb je de night manager gezien? Nee. Goh. Nee. dat moet zien. Dan ja. denken we, ja, oké, okay, dat is James Bond. Ja? Ja, ja dat is hem. Oké. Okay. Ja. ja. Ik vind hem een beetje smal in Tinger. Ja, maar dan, ik. ik... Toch ja. te, in het begin van de night manager ook, want je moet echt de eerste aflevering moeten duiken ja. en dan de eerste 10 minuten en aflevering 2. En dan is het van: ja, oké, okay, dat is juist ja. Bond. Ja. Tom ja. Hiddels, ja, ja, pas op, tuurlijk. Ik bedoel, het is, het is een schone vent. Ja, maar maar goed debel, een goede acteur ook. Wie had ik? Weet je wie had Een goeie? Michael Fassbender. Ja. Ik vond dat vooral in dingen uh, in, in um, X-Men First Class, ja. daar doet hem eigenlijk bananenbond hè. Ik vind dat hij wel aan elkaar trekken. Ja, dat, het ja, ja, dat kan. Ja. fastbinder is bruter. Ja. ja. Maar, maar vooral als je zo fastbinder met zijn rolkraag zo, de, 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 de 70s, ja. wat, wat, wat heel duidelijk in die first class is, er zitten heel veel van die bontachtige jaren 60, begin jaren 70 referenties in. In Inception is dat ook trouwens. Ja, 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 ja. En dan dacht ik van, ah, Tom Hardy, zo. Ja, en... ja. maar zie man. Ja, die zie ik het toch ook wel zin dat is ook wel een goede. Wat dachten van Idris Elba? Die hebben ze een tijd geopperd, hè? Wat denk jij daarvan? En dan ga je chef spelen dan. Ja, ik weet het. I know. Maar ik denk aan de andere kant, hè, je, je, wilt, je wilt niet die niet in dat niet mee gaan missen een tijd. en zegt van alright goed? Hè, waarom moet die blank zijn? Maar aan de andere kant. Ja, dat is ook ID. Dat is goed, hè. Ja, tuurlijk ook. Uh, ik, ik denk dat ik geen vrouw ken die niet vindt dat je James Bond moet zijn. Ja, ja, oh, Maar veel. Maar die zelfs nog niet, denk nee? ik. Hopelijk dat, <laughs> dat is wat ik ga. Dat is wat ik ga. Ja, ik ben je al, wel al een nog... goede acteur, hè? Oh, ik, bedoel, zeker, ik, man. Ik, ik bedoel, in Star Trek Beyond, van je ook heel goed dat hem daarin deed. Ja, 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 ja. ja. Mordaan. Uh, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ik steer je man. Ja. Die is ook een beetje te goed in alles, dat is zo'n hele vervelende mens zo. Zo'n keigoede DJ, keigoede acteur, en is hij zo gaan kickboksen, heeft hij heeft er zo'n gas bij ingerammeld dat je denkt, oh ja, tuurlijk, dat doe ik dat nog, doe ik hey, nog ja. waarom niet? Schijnt je ook goed zingen, dat is echt zo'n een, een, een walgelijk getalenteerde gast. Waarschijnlijk zo. lustert hij ook naar de vrouwen. Zo. Ja, ja, op dat zijn hukken, ja, ja. terwijl het hem mijn kopje brengt. <laughs> uh, motherfucker! Zo, ik, I hate you for making us all look bad. Ja, dat is verschrikkelijk, man. Iedereen zelf, Fuck you, guy. overgetalenteerde klootzak. Dus, dus nee, je mag niet James Bond Wat dacht je van Jane Bond? Want daar zijn ze ook over bezig. los, snel, maar gewoon doen, blijven. Ja, ja, maar ik heb dat ook, omdat ik denk van, die is toch. Zo, weet je wat ik daarmee had? Ik vind dat allemaal niet eerlijk. Gevoeld dat heel hard de voorbije jaren. Eh, ik, hashtag me. Ja, of maar ik vind dat de millennials die hun afvinking is doen bij de ja, films ja. zo. voelt dat ja. zo. Uh, tijd. oké, okay, check. Vrouwen, oké, okay, check. Ik bedoel, lotlog snel is gewoon nou doen. Ja. Ja. Ja, ik, 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 ja, ja en dan, dan klinkt dat ze een nauwe vent tegelijkertijd. ja maar ik zou de reactie wel eens willen zien als Shaft gespeeld wordt door uh, Edward Norton ja ja. ja maar dat, zo werkt het niet hè dat is juist de grap me. hè zo ja. werkt het niet ja. Ja. en dat is het funnie eraan ook omdat ze, hè, dat gaat dan altijd over een soort gelijkheid hè, of een soort um... ja, ja, maar wat ik ook zo grappig vind grap, dat ze vind daardoor het ze... meer benadrukken ja ik ook Absoluut. Want ik heb hetzelfde mee. En er was een tijdje geleden dat ik zo'n artikel las over uh, Lara Croft, over die nieuwe film. Eh, ik heb die niet gezien, nog niet. Dus met die Alicia ja, Vikander. Het ziet er niet eh. slecht uit. Nee, je ziet er cool. Ja. Het is gewoon masken ook. Eh, die, ik vond die Kagoe in uh, Ex Machina, ja, wat ik ja. een mega film vond. Maar die, die, eh, die speelt aan Lara Croft. En dan was er zo een of andere feministe die dat dan kwam, uh, kwam opperen, dat dat goed was, want die was minder geseksualiseerd dan eh, daarvoor. He, die heeft minder dikke borsten en die heeft niet zo shortje aan, maar een lange broek en die heeft dat. En dan denk ik... Ja, maar naast de je als feministe eigenlijk aan het zeggen dat als je er als vrouw goed ziet, dat je al niet slim kunt zijn. Ja, ja. Zo, ja. Je zit eigenlijk een beetje je eigen aan het tegenspreken nu. Want je wilt, he, je wilt dat we u minder als een seksueel wezen zien, maar... Is nou ook niet dat Alicia Vikander een draag is. Nee, dat is, nee, ja. <laughs> dan denk ik. En, en dat vind ik ook altijd zo. Ja, Die geven zo'n onrealistisch beeld van vrouwen weer. Ik denk, ja, dat is waar. want Ik zie in de gelijk Henry Cavill in Superman. Really? En dan ga je mij al eens in een onderbroek gezien. <laughs> dan doet het de aan. Nee, het is dicht. film, hè? Het is ja, film. Dat is, film. is, entertainment. Dat is toch is ook gewoon zo van. van, 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 van lo, dat hoeft niet. Fantasie, de realiteit de altijd te reflecteren. Nee. Dat mag, dat mag nonsens zijn. Vind ik ook. Ja. Dat is niet erg. Lot dat gewoon. Allee, ik zou uh, voor mij afdoen, want ik denk, ik heb een gevoel dat we 47 afleveringen kunnen doen. Why not? Stop, nee. En dat gaan we ook doen, zo. ik kan haar sowieso terugvragen. Ga goed, zingen om af te komen. Ja, het is plezant. Ik zal ook wel eens nog die van nakomen komen. Mocht u mij ooit iets vragen? Nee, nee. Uh, ja, maar nee, nee. wij doen dat nog niet met gasten. Gallen doet dat alleen. golle babbelt over Wij met drie uh, over film. En, en in de zomerspecials zijn er af en toe wel eens... Uh, de J.M.Bervoets is al eens te gast geweest ja. bij een van de, de collega's, uh, ja. bij, bij de Bart. Oh, ja, uh. right, dat is wel cool. Ja, dat valt dan specifiek over film? Of, uh, goeie... En, en wat kiezen we? Thema's? Of, of kiezen we <tosses> een film? Of beginnen we gewoon... Nee, uitdagingen om elkaar. Stockholm-syndroom is een van onze uitdagingen. dat hebben we bijvoorbeeld... De twee anderen met een film opzadelen die ik al gezien heb, maar zo en vice versa. Uh, ah, en die moeten dan zien die moeten en zeggen wat zien. je ervan vindt. Ja, het is wel grappig, zeker wel. Het is heel cool, want een Bart ken ik nog van vroeger, maar die andere ken ik niet. De Maarten. Ja. En dat is precies Leven Nee, dat is Jan Verhaaien. Die is. Ja, ah, jawel, die, Jan Ja, die, 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 die stem is in ieder geval bekend. Ja. Maar ik moest ook aan de Leven denken. Ja, de Jan Verhaaien is inderdaad ook ja, wel, ja, en ik er niet aan gedacht. Ja. En, want ik heb toen echt aan een Bart gevraagd: kende die je, wie is dat? Die stem, die ineens zo'n stem, alsof je die van een tv kent. En ja. dat was dan zo'n typisch Bart-antwoord van... Nee, het is gewoon een haasvader. <laughs> <Ja. laughs> nee, dat is, dat is leuk. Dat is... Ja. We klappen over alle soorten films, over Iraanse films, maar ook over, over blockbusters, over van alles. Ja. En ik leer heel veel films kennen ook nog, die ik nog niet kende. En ik zie ook heel veel films waar ik van dacht, die stonden al jaren op mijn watchlist, maar na je de reden om die te om zien. Die te zien ja. Ja. Ik heb bijvoorbeeld zo'n vorig jaar Casablanca ontdekt. Wat een film. Een film. Hè. Wat een film. Graven over film. een film spreken waar je het niet droog mee houdt, alleen ik ben blij te geweest tot de ja. en met. En. Er is toch wel op een watchlist en je zegt, ja je moet dat zien want dat is een klassieker maar er is nooit zo'n reden voor en we hopen met die, met die podcast dat je ook zo mensen aanzet om om effectief te zien dat, dat al in een kast jaren staat maar dat je nog niet gezien hebt dat is wel cool, want een N3 zit hier zo'n hele reeks boven En jij zit hier zo beginnen af, gewoon oké? Okay? Nee, je hebt zo een aantal van die klassiekers gezien, hè? Of uh, dus... was... dat is. Wat is. Ja, 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 ja. Dat is ja. fantastisch, want dat is wel zo. Uh, dan heb je to... Allee, ik had toen ook wel door dat ik er toch ook minder van gezien had dan dat je denkt. Dat je denkt, hè? Voilà. Zo ja. Key Largo. Ja, je kent dat. Ja. En dan is dat zo, heb je dat eigenlijk gezien? En dan zie je dat, en dan is fantastisch. Ja. 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 Je er zitten ook een paar dingen waar ik echt niet leuk vond. Zo. Die James Dean-dingen, zo was ik toch niet zo met mij. Ja, ja. Dat, is, dat is vooral omdat dat een rebellie is, dat jij je niet meer mee identificeert. Nee, denk. ik vond dat een mega zijn gast. <laughs> <laughs> ik probeerde het een beetje diplomatisch op te lossen, maar eigenlijk was James Dean een voze gast. Nee, ik snap wat je wilt zeggen, maar dat was ook, ja, dat was ook een method actor, hè, man. Dat was uh, samen mee, denk, met, denk ik... Brando. Brando. Trouwens, ja, over Brando. method acting, dat wil ik nog even zeggen. Dat is absoluut een aandraai. Ik heb het al gezegd, er uh, is zo'n fantastische podcast... Uh, uh, what the fuck, met... Uh, Mark, Mark Maron. Maron met uh, uh, Josh Brolin. En dan gaat het over. Eh, bla, bla, bla. En dan gaat het over de American gangster. En dan vertelt hij een fenomenaal verhaal over Denzel Washington. Dat hij ook eenmaal in character was. En dat hij zo per ongeluk zijn hand op zijn schouwer ligt. Maar de reden is gewoon zo. En die blijft in character. En die zegt dan zoiets van. Don't touch me ever again. Maar die meent dat keihard. Yeah. En dan vertelt Josh Brolin zo. Oh, ik was eigenlijk een surfkid En ik heb eigenlijk zo opgegroeid met, uh, met de knokken en zo. En dan zei je, alright, let's do it. En je begint in de eerste wat uit te pakken. <laughs> dat moet je echt zien, dat is fantastisch. fantastisch right. Dat is echt zo met het act, want hij is compleet niet. Yeah. Maar hij zoiets: hé man, het moet, moet het, hè? <laughs> ja. yeah, 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 yeah. Goonie forever! Dat is wel cool, man. Ja, ik zeg het. Dat is een oh, heel grave aflevering trouwens, ja, ja, absoluut RR, ja, alleen al die mensen, stem. Waar ik ja. zot van ben, is van Gilbert Gottfried's ja. uh, Amazing Colossal. Ja. Dat heb ik nog nooit ge gehoord. Ook niet. Is... Je moet wel over de stem geraken. Ja. Uh, in het begin, maar na nou vijf of zes afleveringen is dat... Uh, uh, die die een andere, die erbij zit, die in oh, Frank andere. Santopadre. A man walks into a bar. <laughs> ja. Die neemt zo dat onwaarschijnlijk... Al die Hollywood-iconen uh, uh, die er komen, die character actors en zo, maar die vertellen over die grote mannen. Dat is fantastisch. Wel een herhaling, we hebben een paar weken geleden zo'n Metallica-podcast uh, gedaan. En dan kwam de Bert en zei: "Joh, je moet dat checken over Kirk Hammett." En dat heb ik nou wel gecheckt. Dat was wel redelijk saai, want Kirk Hammett, die babbelt niet zo goed met die enorme Boris Karloff uh, ja. collectie Ja, twee, ja, ja. ja. Maar dat Maar het is, juist... is een beetje jammer, het is eigenlijk niet zo'n narratief, het is een beetje saai, maar het idee was wel fantastisch, want joh, die gasten zijn een ongelooflijke collectie, maar je kan dat gewoon niet zo heel leuk vertellen waardoor dat je denkt Ja, nou, dat je doorskipt Ja. Ja, ik heb uh, dat, dat was ook heel funny. wij, wij moesten hier gisteren denk ik of van hier west, ja, spelen op uh, Redi rocked en er kwamen zo gasten aan van de rocktribune. Dat is zo'n metal rock magazine, zo van die en dat zijn allemaal van, dat zijn super toffe gasten, maar dat zijn zo van die ook zo gelijkwaardig van die mega nerds, maar over ja. metal die weten er alles, alles over. Uh... En, en die <laughs> die zo, zo van, uh, ja, we hebben nu al een podcast gezien, hè? van uh, van 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 over Metallica, over Some Kind of Monster, He, die een documentaire, mm -hmm. He, die je gezien nee. moeten doen. Dat mokt niet het of dat je een Metallica fan okay. bent. Dat heeft er niks mee te maken. Some kind of monster. Dat is onwaarschijnlijk wat voor een grave film dat dat is. Dat is echt een analyse van een bijm dat aan het imploderen is. Maar op een... ja, iedereen kan daar iets uit mee pakken. Okay. Dat is gewoon een goede film. Dat verzinde niet. Nee, dat verzinde niet. Daar zit er nog te zien en je denkt: holy shit, wat is dit? Maar het beste was. <laughs> die kwamen dan af. Dat was de Wim Wilry. Die dat ook voor de morgen schrijft. En vooral TV werk denk ik. En dan de Stef Maas en die, die gasten van, van de, van de rocktribune en die zo alle twee tegelijkertijd als hebben We hebben dat gezien, hè? Er zitten geen fouten in. <laughs> Doe dat. En dat was het eerste dat hij zei ja, ja. niks gezegd dat niet waar is. En we, bij ons was dat. Ik, ik voelde mij al bijna zo. Amai, hè, zo. Want ja. ik heb vaak de neiging om, om ook te denken: ja, mocht het niet eens zijn. Of als ik hier fout zit, laat het ons weten. Want ik weet ja. ook niet alles, hè? Nee, nee, nee. nee. Maar, maar dat is wel goed, want om met u erover te babbelen, want gaat een filmencyclopedie hebben, dat is niet normaal. Dat is omdat me dat ook heel hard interesseert. En ik ben gepassioneerd. En dan onttaal ik dat op een of andere manier. Waarom? Ik weet het niet, maar dat is al van kind af. Maar ik hou ook al die dingen bij Programma's van filmnet. Cinemaprogramma's van in de tijd. Maar je gaat dat ook nog? Film en televisie van jaren, premiere van jaren. Cinema van jaren. Ja, als kind heel veel gelezen en, en altijd um, bijvoorbeeld de Oscars, dat is maar een hoogdag. Ja. altijd overgetikt toen er nog geen computers bestonden van hey, de laatste, overtikken, laatste overtikken en daardoor dat allemaal onthouden van wie dat won, een Oscar heeft gewonnen in welk jaar. Ja. Zo, ja. en lijstjes maken van de, de top 100 beste films, top, top 100 beste content. Doe je dat nog? je jij nog lijstjes op tinder ja. van het jaar? Ja, ik ben al lijstjes mengs En wat is het beste dat je de laatste gezien hebt? beste dat ik de een tijd heb gezien. Misschien, misschien voor ik... mij af te ronden, want um... Ik denk dat wij hier kunnen blijven gaan. <laughs> <laughs> We hebben er nog een ze een beten. Ja, dat is juist. wat ja. ik. Een film die mij wel bij blijft. Iets bijvoorbeeld, vind ik. Iets vind ik in de cinema het beste wat ik de laatste jaren heb gezien. Dat is goed, hè? Ja. Ik vond dat ook een ja. hele, hele goede ja. film. Die ja. delivers ja, ik op heb alle... Trouwens, ik zal u mijn BNF laten zien in Sky maar. <laughs> ja want een balloon, George? Ja, ja. ja, ja. So. <laughs> nee, It Go vond ahead, ik echt heel. Take it. Zo so die, die <laughs> ja. the It, dat hij doet met die It. een van die Scar's Guard broers. Ja. ja. Bill Scar's right? Guards. Ja. Yeah. Dat vond ik, ja, ik vond dat ook heel cool. En um, dan Midnight Special, dat vond ik ook een, een film die je. die maar heel hard. Eh, zo van, wow, van Jeff Nichols. Dat je gezien. Dat is echt. Wat yeah, is dat voor iets? <laughs> Michael Shannon. Ja, wat is dat voor iets? Je kunt dan, ja. Yeah. Dat zit zowel bij in de in de Stranger Things uh, vibe, okay. uh, close encounters. Uh, ja. ja. Echt goed. moet ik wel zien. Dan. Cool. Alright. Goed, Sven. we kunnen hier nog uren bezig blijven. We gaan dat nog iets doen. Goed. Komt gewoon. Af. We gaan sowieso iets doen met lijstjes. Gaan ze een laarsjes? Ja, mens, ja. laten we wel lasjes maken. Oh, dat, dat is maar We gaan dat doen. Maar in ieder geval, uh, Sven de Ridder, merci dat je ze langs gekomen hebt. Dank je voor mij hier te hebben. Het is uh, zeer graag gedaan. Ik ga je hier nog vuil zitten? Mensen, <laughs> dames en heren, Sven de Ridder, deze was het weer voor mij en Andries. Welkom to the AA en tot de volgende keer. Beatjes. The first step on the road to recovery is admitting you have a problem. Welcome to the AA. Ah ah, ik ben hier aan je voor de zon. Als het ergens over moet gaan... Zendel is dee! Naat de feest! Glippers op de middel! Iedere overeenkomst met een bepaalde organisatie berust op louter toeval.